En langzaam werd het stil. Goedenavond. Mensen op de publieke tribune, gemeenteraadsleden, collegeleden, pers, ondersteuning. Hartelijk welkom in deze commissievergadering. De laatste commissievergadering voor het zomerreces. Als gemeenteraad zien we elkaar volgende week in ieder geval nog. En dan publiek bent u natuurlijk ook van harte welkom. Maar vanavond eerst deze commissievergadering. Zijn er mededelingen? Er zijn geen mededelingen. Dan gaan wij over tot vaststelling van de agenda. Kan die zo gevolgd worden vanavond? Dan gaan we dat doen. Dan zijn we alweer bij agenda punt 4, het inspreekrecht. En daarvoor heeft zich gemeld mevrouw Esther Wulpshaar van plaatselijk belang Steenwijk-Smoer over de beleidsregel zonnepanelen. Nou, zoals ook zojuist al verteld, u krijgt 5 minuten de gelegenheid om uw inspraak te doen. Dan is er gelegenheid tot vragen stellen. En nou, het is geen stuk van de agenda verder vanavond, dus vandaar dat het nu direct is. Mooi, fijn. Geachte voorzitter, geachte raadsleden, geacht college. Dank dat u tijd maakt om te luisteren naar de inwoners van Steenwijk-Smoer. Ik ben Esther Wulpshaar en spreek namens plaatselijk belang Steenwijk-Smoer en namens vrijwel alle inwoners van ons dorp. Wij Steenwijk-Smoerders willen onze zorgen en verontwaardiging over de beleidsregel zonnepark en gemeente Coevorden met u delen. Ons doel van dit inspreekrecht is u allen inzicht te geven in de stappen die het college en de inwoners van Steenwijk-Smoer hebben gemaakt rondom deze beleidsregel. Wij hopen door middel van dit inspreekrecht nieuwe inzichten bij u neer te leggen en u attent te maken op deze beleidsregel die grote gevolgen heeft voor Steenwijk-Smoer. Op 22 maart 2018 heeft ons college de beleidsregel zonnepark en gemeente Coevorden ter inzage gelegd. Direct viel Steenwijk-Smoer de volgende 5 punten op in deze beleidsregel. Punt 1. De grootte van het zoekgebied. Rond de 270 hectare geheel gelegen ten zuidoosten van ons mooie dorp. Als u de kaart van de beleidsregel goed bekijkt, dan kunt u toch maar tot 1 conclusie komen. Het is waanzin om zo'n klein dorp te omgeven met zo'n enorm zoekgebied. Nu misschien nog niet volgepland met zonnepanelen, want de gemeente Coevorden heeft zoals het nu lijkt zo'n 100 hectare nodig. Maar als het in de toekomst de vraag groter wordt, is Steenwijk-Smoer overgeleverd aan elk zonneparkinitiatief. Steenwijk-Smoer komt dan door middel van zonneparkindustrie vast te liggen aan Coevorden. We veranderen van een landelijk dorp in een industrieel gebied. Dit wil Steenwijk-Smoer niet. Hier is absoluut geen draagvlak voor. Punt 2. De gemeente houdt zich niet aan de zonneladder. De gemeente hanteert voor de prioritering de zonneladder van de provincie. Dit houdt, zoals u wellicht weet, in dat de gemeente eerst de optie zonnepanelen op daken en daarna de optie zonnepanelen op maaivelden binnen het stedelijk gebied volledig uitgewerkt en benut moet hebben. Dan pas komt de derde optie aan bod, zonneparken buiten het stedelijk gebied. Ons is volstrekt onduidelijk waarom de gemeente zo'n haast heeft met optie 3, terwijl de daken en maaivelden binnen de gemeente niet optimaal benut zijn. Punt 3. Geen maatschappelijk draagvlak binnen de directe omgeving van het zonnepark. In de beleidsregel wordt gebruik gemaakt van de zonneladder. Bij de derde optie, zonneparken buiten het stedelijk gebied, staat als voorwaarde dat er in de directe omgeving maatschappelijk draagvlak moet zijn. Dit is niet het geval. 51 zienswijzen zijn ingediend tegen deze beleidsregel en er is een bijeenkomst met overweldigende opkomst in ons dorpshuis De Schalm geweest met wethouder Jeroen Huizing en onze inwoners. De boodschap was zeer duidelijk. Met de inmiddels vergunde 28 hectare aan zonneparken heeft Steenwijk-Smoer haar bijdrage geleverd aan dit zonnepark gebeuren. Punt 4. Cultuurhistorische en landschappelijke gebieden worden gespaard. Ook staat er in de beleidsregel door de zonneparken rond Steenwijk-Smoer te leggen worden cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle gebieden gespaard. Onze wethouders schreven op 10 april 2018 in het Dagblad van het Noorden dat we meer trots moesten zijn op onze gemeente en dit meer moesten uitspreken. Beste raadsleden, wij Steenwijk-Smoerders zijn heel trots op ons mooie dorp. Maar het pijnlijke is dat ons college dat dus geheel anders ziet. Ons inziens zien zij Steenwijk-Smoer als het minst waardevolle gebied binnen onze gemeente.
Om die reden wordt ons dorp belast met de energiebehoeften van de gehele gemeente. Het college doet er dus niets aan om het in hun, ogen onaantrekkelijke Stinwiksmoer en haar omgeving mooier te maken, maar geven het de genadeklap. Punt 5. Stinwiksmoer draagt graag haar steentje bij in de vraag naar zonne-energie. Voor 28 hectare aan zonneparken rondom Stinwiksmoer is al een vergunning afgegeven zonder protesten vanuit ons dorp. In ons dorp woont 2,7% van de inwoners van de gehele gemeente Coevorden en we leveren met de bestaande vergunningen straks 28% van de zonne-energie. Genoeg is genoeg. Al het hiervoor genoemde wordt overtroffen door het volgende. Terwijl de beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden nog in ontwerp is, is er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Coevorden voor circa 20 hectare aan zonneparken in het zoekgebied rondom Stinwiksmoer. Terwijl de inwoners van Stinwiksmoer door middel van 51 zienswijzen tegen dit zoekgebied nog in gesprek zijn met de gemeente, neemt de gemeente de aanvraag voor deze nieuwe vergunningen in beraad. Er worden voorbereidingsprocedures gestart en de gemeente Coevorden lijkt zo op ramkoers om nieuwe vergunningen voor zonneparken binnen het zoekgebied rondom Stinwiksmoer te verstrekken. Dit terwijl nog geen enkele inwoner van Stinwiksmoer een reactie heeft ontvangen op de ingediende zienswijze. Wij zijn daar boos om en voelen ons respectloos behandeld. Geachte voorzitter, raadsleden, wat wij vragen aan u, luister naar onze zorgen en zorg voor duidelijkheid rondom deze beleidsregel richting Stinwiksmoer. Red ons mooie dorp door u goed in te lezen in deze beleidsregel en de aanvraag voor weer 2 nieuwe zonneparken van zo'n 20 hectare. Draag er zorg voor dat er eerst antwoorden komen op de 51 zienswijzen voordat er van alles besloten wordt. Wees u bewust van het feit dat als u toestemming geeft voor deze 2 nieuwe zonneparken, u het college toestemming geeft om de inwoners van Stinwiksmoer buitenspel te zetten. Wij vragen u, help Stinwiksmoer om het college te overtuigen dat het gehele zoekgebied rondom Stinwiksmoer uit de beleidsregel moet. Graag ontvangen wij u in ons mooie gastvrije dorp om u te wijzen op de impact die deze beleidsregel op ons dorp heeft. Ik dank u voor uw tijd. Dank u wel. Het is goed dat u uw bijdrage ook aanlevert aan de griffie, wat u net hebt voorgelezen. Want dan kan dat beide stukken gedaan worden. Dan kan de raad het in ieder geval nog eens nalezen. En is het ook op die manier gedocumenteerd. En ik stel nu de commissieleden in de gelegenheid om vragen te stellen. Wilt u daarvan gebruik maken? Ja, meneer Holtis, BBC. Ja. Nou, dank u wel allereerst voor het inspreken. Volgens mij is uw betoog heel duidelijk. Wat mij ook verontrust is met name de te volgen procedure. Er zijn natuurlijk allerlei wetten waar men als gemeente aan moet voldoen. Wat mij wel verbaasd heeft, en die vraag zou ik eigenlijk door willen spelen direct aan de portefeuillehouder, is hoe het kan dat de 51 zienswijzen geen reactie hebben gehad, terwijl men wel doorgaat in het proces. En wij als gemeente juist hebben gezegd, Coevorden verbindt. En dit doet mij het gevoel geven dat dat absoluut niet het geval is. Dus dank voor uw inspreek en helder verhaal. Dank u. Geen vraag, maar meer een opmerking. Zijn er verdere vragen? Ja, mevrouw Driehuis, pak. Nou ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan wat de heer Holtis ook zegt. Want het is raar dat jullie 51 zienswijzen hebben ingediend. Dat daar nog niet eens een reactie op is geweest. Maar dat de procedures dus inderdaad al gewoon eigenlijk een vervolg krijgen. Dus ik sluit me eigenlijk aan bij de heer Holtis. Kan de wethouder daar misschien een antwoord op geven waarom dat antwoord nog niet gegeven is? Dank u wel. Verder nog vragen, mevrouw Visserink, VVD. Graag wel vragen. Ja, dank u in ieder geval voor uw bijdrage. Wij zullen ons verdiepen in de zienswijze ook die ingediend zijn. We hebben nog wel even een vraag of die 20 hectare of die gelegen zijn en aan de N34. Ik weet niet of het een vraag aan de inspreekster is, maar die kan daar ongetwijfeld. Maar die liggen inderdaad aan de N34. Ja. Oké, dank u wel. Het is geen agendapunt, dus we gaan hier niet over in discussie. Maar toch is het denk ik goed dat dit gehoord is, dat de partijen daar mee doen wat ze willen doen. En ik denk dat het procesmatig wel goed is, vooral procesmatig, niet inhoudelijk, dat de heer Huizing, portefeuillehouder, wethouder Huizing,
in de gelegenheid bieden om nog een reactie te geven. Ja, dank u wel, voorzitter. En eigenlijk alle vragen die gesteld zijn door de heer Holtis en mevrouw Driehuis zijn volgens mij ook vragen die juist gaan over die procedure. Het klopt dat er op dit moment twee trajecten lopen. De ene is een beleidsregel op welke plekken in onze gemeente wij de zonneparken willen gaan toestaan. Oftewel aanvragen zouden willen honoreren. En de tweede die op dit moment loopt is een aanvraag, een concrete aanvraag voor het invullen van twee plekken die inderdaad wel binnen de zoekgebieden liggen. Nou, zoals u weet zijn er inmiddels ook al meerdere zonneakkers vergund. Eén daarvan is uw eigen initiatief als gemeenteraad langs de N34. De stukken tussen het Dwarspad en de N34 die in gemeentelijke handen zijn. En de aanvraag die nu is ingediend zijn voor de percelen, de andere twee percelen die ook tussen het Dwarspad en de N34 liggen. Die laatste categorie, dat is een categorie, als iemand de aanvraag indient, dan is het eerste wat wij altijd standaard doen, publiceren van de aanvraag. Dat is ook wat er op dit moment gebeurd is. Daar is nog geen verdere stap in genomen. De eerste stap in dat proces die ook zal worden genomen, is dat wij, dat is ook bij de anderen gebeurd, dat wij richting uw gemeenteraad moeten. Om daar een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te vragen. En ondertussen speelt inderdaad het andere traject de beleidsregel. Waarvoor, dat werd al gememoreerd door mevrouw Wilpsaar. Waarvoor ik onlangs ook in Sterk-Smoer ben geweest. Om daar de zorgen aan te horen vanuit het dorp. En ook die beleidsregel, dat zal ondertussen worden ook de zienswijze worden keurig van een reactie voorzien. We hebben daar al gesproken over wat aanpassingen ook aan de beleidsregel die in ieder geval zullen worden doorgevoerd. Of wat ik in ieder geval zal gaan voorstellen om door te voeren. En dan is de bedoeling dat het college een besluit heeft genomen op de beleidsregel. Voordat u als gemeenteraad de stukken ook gaat krijgen die dan eventueel betrekking hebben op een verklaring van geen bedenkingen. Dus daar zit wel degelijk de volgorde in. Dat eerst de beleidsregel wordt vastgesteld en dus ook de indieners van de zienswijze een reactie hebben gekregen. En vervolgens pas een vervolgtraject wordt gevoerd. Omdat dat ook, het hoeft niet op die manier, maar dat vinden wij in dit stadium. En gezien de commotie die er is rondom de beleidsregel, vinden we wel de netste volgorde. Dank u wel. Nou, in ieder geval enige uitleg en hopelijk een beetje geruststelling, maar ja, het zal de zorg niet wegnemen. Maar goed, daar staat het de partijen vrij om gedurende de komende tijd actie in te ondernemen, stappen in te ondernemen. Dank u wel. U levert het nog aan de griffie. Ik lever het aan. Zal ik even een mail doen? Ja, stuur het. Dank u wel. Nou, mocht u de vergadering vanuit Steenwijksmoer nog bij willen wonen, dat kan natuurlijk altijd. Maar ik wil ook wel gelegenheid geven om een beetje geruisloos, zeg maar, uw vertrek te laten plaatsvinden. Dat is ook geen probleem. Ik kan me voorstellen dat het mooie weer nog uitnodigt om hier niet nu op de tribune te zitten. Ja. Gelukkig blijven er nog heel veel mensen zitten. Goed, wij gaan verder met agendapunt 5, het vragenuurtje. Er is één vraag binnengekomen van CDA, mevrouw Kaartenberg, maar daar is in de loop van de middag nog antwoord op gekomen. Ik weet niet of u het dan nog wenselijk vindt om de vraag nu voor te lezen en het antwoord te krijgen. Nee, alle raadsleden hebben het antwoord gehad. Volgens mij zijn er verder geen vragen ingediend. Dus dan gaan we door naar agenda punt 6, het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Onder A, de categorie afdoening voorstel ter kennisname, staan 7 stukken. Opgezond en onder B, afdoeningsvoorstel ter afdoening in handen van het college, 2 stukken. Ik zou willen voorstellen om gehakketak en weer tussen de ingekomen stukken te voorkomen, om ze gewoon even puntsgewijs bij langs te gaan. Dan kunnen direct de opmerkingen die bij hetzelfde stuk worden gemaakt, moeten worden gemaakt door u, kunnen dan direct plaatsvinden. Dus allereerst A1, zijn daar vragen of opmerkingen over? Meneer Nijenman, BBC. Dank u wel, voorzitter. De fractie van BBC 2014 vindt de regionale slagkracht van Dus Texel belangrijk.
Samen staan we als gemeente veel sterker namelijk. Het evaluatierapport geeft aan dat de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk een grote bijdrage levert aan een versterking van de economische structuur. Eén belangrijk punt houdt onze fractie echter wel bezig. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een bron van zorg en dat moet beter. Daar waar we in het Dutch-Texlon als gemeente gezamenlijk optrekken, zou er ook op het gebied van onderwijs regionale samenwerking op gang moeten komen. Overleg tussen de gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en uiteraard de werkgevers. De nieuwe vesten met het technasium... Meneer Nijman, ik onderbreek u even, want de bedoeling is of een kort politiek statement of een vraag. Okay. En dan een korte vraag richting een van de portefeuillehouders. Okay. Dan heb ik een paar vraagjes. Hoeveel vragen mogen er zijn? Voorzitter. Ja, u mag hem ook agenderen voor de commissie, dan kan er uitgebreider op worden ingegaan door de portefeuillehouder. Want het is een lijst van ingekomen stukken en dat willen we graag behouden. Dan is de vraag, is er ook een onderwijsparagraaf in de volgende tender opgenomen en heeft het college hier ideeën over? Nou, dat is een mooie korte vraag. De heer Zwiers, wethouder Zwiers. Nou ja, het college heeft daar zeker ideeën over. Ik ben het ook helemaal eens met de stelling dat er een betere aansluiting moet komen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar is het hele college denk ik met elkaar eens. Onderwijs hebben we ook heel belangrijk gemaakt, ook in de portefeuilleverdeling. Het idee daarbij is dat wij in ieder geval verwachten, ook van het onderwijs, dat ze samenwerken. Dat is ook gebeurd. Er is ook al een convenant getekend tussen de onderwijsinstellingen. En we zoeken met elkaar naar mogelijkheden om het beroepsonderwijs verder te versterken. Met name als het gaat om de techniek. Nou, dat zou kunnen door bijvoorbeeld allerlei projecten op te starten, maar daarbij is het bedrijfsleven ook wel van harte gewenst. Die zullen toch wat meer invloed moeten krijgen op de onderwijsprogramma's. Nou, dat is geen sinecure, moet ik zeggen. Maar de inzet van de programboard, de inzet van de Sterkzone-regio is om zeker in de komende tijd, ook in de nieuwe tender, meer aandacht te vragen, dus ook meer punten toe te kennen. Aan het opleiden van mensen en aan innovatie. Dank u wel. Voldoende duidelijk. Dank u wel. Ja, nog over A1. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb namelijk ook een aantal vragen. Die ga ik er nu niet stellen. Maar ik ga u wel verzoeken dit punt te agenderen. U krijgt van mij een formeel verzoek. Want het stuk heeft wat mij betreft wat meer dan alleen maar enkele textuele aanpassingen. Volgens mij zitten er voldoende vragen in om ook inhoudelijk gesprek te voeren. Vandaar mijn verzoek deze te gaan agenderen. Dank u wel. Het staat voor ons in ieder geval genoteerd en we zien de motivering graag tegemoet. Verder A1. Niets. Dan gaan we door naar A2. De leerplicht, regionale meld, coördinatiefunctie met een jaarverslag. Ja. De heer Blanke. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, hier ligt jaarverslag. Nou, eigenlijk is het een factsheet van twee pagina's. Nou, ja, wij krijgen, vind ik, hier wel een heel beknot overzicht. En ik was wel benieuwd, wat heeft u als wethouder nu aan deze gegevens? De heer Huizing, wethouder Huizing. Nou ja, volgens mij heeft de heer Blanke een goed punt dat alleen de gegevens bieden volgens mij wel een hoop helderheid. Zeker als je de vergelijking kunt maken met voorgaande jaren. Nou, dat is in ieder geval een van de punten die we ook hebben aangegeven. Want wij willen graag in zo'n factsheet willen we die vergelijking al zien, zodat we niet zelf ze naast elkaar hoeven te leggen. Maar wat voor ons van veel grotere waarde is een gesprek wat wij hier ook altijd standaard over hebben. Om juist de wereld achter deze cijfers, om die te weten te krijgen. En om trends die gesignaleerd worden, om die helder te krijgen. Dus volgens mij zit daar de grote meerwaarde in. En ik snap dat u op basis van de cijfers zegt van ja, ze zeggen wel iets. Maar ontwikkelingen kan ik niet zo goed duiden. Voldoende, meneer Blanke? Ja, goed. En vervolg daarop. Ja, goed. Nou, ik heb hier nog wel een aantal vragen over en ik zou graag, ook met wat u zegt, of iets dergelijks in een themaavond of dit behandelen in de commissie. De heer Huizing. Ik voel een themaavond aankomen. Ik wou zeggen of het geagendeerd wordt voor een commissie of een themaavond, daar gaat u meer over, veel meer dan ik. Maar uiteraard is dat mogelijk en...
Ik denk, want wij zijn op dit moment ook aan het kijken hoe wij onze leerplichtfunctie misschien nog wat preventiever kunnen gaan invullen. Dus misschien dat het goed is als we daar meer helderheid over hebben om dan gewoon er een themaavond aan te gaan wijden. Voor ook de vastlegging van deze toezegging, noem ik het dan maar even, hebt u enig zicht op termijn? Volgens mij de agendering van de themaavond, daar gaat u over, maar u doelt waarschijnlijk op wanneer wij die nieuwe invulling helder hebben. Ja, dat zal in ieder geval per 1 januari zal dat in moeten gaan. Dus nou, ergens in de aanloop daar naartoe moet het wel helder zijn. Oké, zo rond de jaarwisseling. Is goed, dank u wel. Verder nog over A2? Niets. A3? Niet. A4? Heer Heiling, CDA. Ja, dank u voorzitter. In de voorgaande commissievergadering heeft de raad zorgen omtrent de prestaties van de RUD geuit. De wethouder deelde deze zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn, blijkt ook uit deze kwartaalrapportage. Kan de wethouder aangeven of er in het verbeteringstraject heldere doelen zijn gesteld, wat die doelen dan zijn en wanneer er meetmomenten zijn gepland? Dan heeft het bestuur, maar krijgen ook wij inzicht op de voortgang van de geplande verbeteringen. Graag zouden wij deze doelen en daaraan gekoppeld tijdpad zo snel mogelijk vernemen. Meneer Huizing. Nou, wat in ieder geval kan, en ik weet niet in hoeverre dat bij u allen in het bezit is, is met u de stukken delen die in de vorige raadsperiode al over het hele verbetertraject zijn gedeeld met de gemeenteraad. Dat lijkt me volgens mij een goede eerste stap. Ik denk dat daarin al op een behoorlijk aantal van uw vragen een antwoord wordt gegeven. Mocht het niet het geval zijn, dan willen we ook nog wel even naar kijken of we daar nog dan een aanvulling op kunnen geven. Dank u wel. Verder, ja, de heer Holtis over hetzelfde punt, A4. Nou ja, ik deel de bezorgdheid van de heer Heling. Ik stel me alleen even de vraag, deelt u ook de mening dat wij het idee hebben dat het daar waar nu wat afgeschoven op de grote griepgolf, dat mijn onderbuikgevoel of mijn dikke teen zegt, ik weet niet, daar heb ik zwaar mijn vraagtekens bij. Is dat een rare gedachte? U doelt op de ziekteverzuimpercentage. Correct. De heer Huizing. Ongetwijfeld zal het de griepgolf invloed hebben gehad op het ziekteverzuimpercentage. Want dat heeft het volgens mij bij ongeveer iedere organisatie gehad. En uit uw vragen of uw grote teen, volgens mij die analyse deel ik wel. Er is uiteraard meer aan de hand dan alleen maar een griepgolf wat tot deze cijfers leidt. Volgens mij heb ik daar in de vorige vergadering ook al het een en ander over gezegd. Over het, nou ja, ook wat het in de organisatie teweeg brengt. Dat het traject is ingezet zoals nu is ingezet. Dank u wel. Meneer Bouwers, PPC, nog over A4. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even over A4, over de RUD. De vraag aan de wethouder is, zijn onze andere gemeenten, onze partners, zijn die er net zo ongerust over als wij? Want dat heb ik eigenlijk van de vorige keer niet goed begrepen. Meneer Huizing. Ik deel die ongerustheid, die wordt heel breed gedeeld in ieder geval in het algemeen bestuur, waar alle gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Ik heb niet de beelden van alle gemeenteraden. Wel de gemeenteraden die al een zienswijze in een eerder stadium hadden ingediend. Nou, die spreken ook, daar spreekt dezelfde ongerustheid uit. Ik heb ook geconstateerd dat bijvoorbeeld in Provinciale Staten, dat daar de ongerustheid ook zeker is. En nou, ik heb daar ook gehoord dat ook gedeputeerde Bijl behoorlijk duidelijk is geweest over wat er volgens hem allemaal moet gebeuren en waar hij op zal gaan sturen. En volgens mij is dat de lijn zoals die in DB is afgesproken en met het AB is gedeeld en waar we dus allemaal ook voor willen gaan. Dank u wel, voldoende, meneer Bouwers. Goed, dat was A4 volgens mij dan. En dan gaan we naar A5. Het gemeentelijk jaarverslag werd kinderopvang 2017 vragen. Geen. Dan gaan we door naar A6. De omgevingsvergunning
Vragen? Opmerkingen? Naar de commissie misschien niet. A7? Ook niet. En dan resteren er nog twee punten onder B. B1. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, B1 over het schoolzwemmen. De CDA-fractie zou graag zien dat voor wat betreft het schoolzwemmen het afdoeningsvoorstel wordt gewijzigd naar een bespreking in de commissie. En dit graag nadat we antwoord hebben gekregen op schriftelijke vragen. En deze vragen zouden we het liefst samen met andere partijen voorbereiden, waarna indiening kan volgen. Naar onze mening kan dat bijdragen aan een goede en meer inhoudelijke discussie en kaderstelling in die commissievergadering. En voorbeelden van vragen zijn: hoeveel kinderen die in groep 5 tot en met 8 op de basisschool zitten, hebben geen zwemdiploma? Hoeveel kosten zijn er met schoolzwemmen gemoeid? En hoe verhoudt het schoolzwemmen zich tot de Noemeepas? Dat zijn zo'n aantal richtvragen. Maar graag samen met jullie voorbereiden. Dank u wel. Nou, misschien dat dat andere fracties uitnodigt om te reageren. PvdA, mevrouw Jaspersen. Daar kunnen wij ons bij aansluiten. Wij willen vragen of de wethouder misschien enig voorwerk wil doen, zoals het in beeld brengen van de kosten. En dan ook bespreken in de commissie. Oké, de heer Bouwers, PPC. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Katerberg om op deze manier dat aan te pakken. Goeie zaak. Dank u wel. Meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, daar kunnen we ons ook gewoon bij aansluiten. Wij delen de mening van mevrouw Katerberg, CDA. Oké. De heer Hoedemaker volgens mij ook nog. U hebt geen naambordje, maar ik weet gelukkig uw naam. Gelukkig dat u weet wie ik ben. Ja, ja, ik voelde me al zo anoniem. Ja. Mijn vraag was inderdaad van wat moet ik me voorstellen van afdoening in handen van het college. Zoals de suggestie rondom deze twee adviezen van de jongerenraad luidt. Maar ik kan me ontzettend goed vinden in het voorstel van mevrouw Katerberg dat wij dat in een volgende commissievergadering inhoudelijk behandelen. Mogelijk dat het college dan al wat voorwerk kan doen in de vorm van wat onderzoek. Zodat onze vragen niet helemaal onvoorbereid komen. Dank u wel. VVD, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel. Ja, wat ons betreft ook akkoord om dat in een commissievergadering met elkaar te bespreken. En voor ons is ook heel erg belangrijk welke rol de Goed, we zijn heel erg nieuwsgierig welke rol die daarin kan spelen. Dus dat zouden we fijn vinden als dat vooraf bekend is. Dank u wel. Meneer Holtis, BBC. Ja, ik had graag als eerste geweest, maar ik sluit dan helemaal aan. Ja, fantastisch idee. Wij vinden met name de genoemde doelgroepen vinden we wel heel erg bepalend. Want dat houdt ons ook heel erg bezig. Maar onze vraag was simpelweg eigenlijk, is het financieel te dragen? Zo ja, zijn we ook zeer nieuwsgierig naar de eventuele mogelijkheden. Dus onze steun heeft wat mij betreft de CDA. Oké, dan ga ik er een beetje kort samengevat van uit dat mevrouw Katerberg al actie zal ondernemen richting de andere fracties om die vragen op papier te krijgen. Want dat geeft de discussie meer inhoud. En dat die dan aan de orde komt als de beantwoording van de vragen er is. Dus niet de eerstvolgende commissie, maar een eerstvolgende commissie als de vragen er zijn. Tenminste, als ik het zo samenvat, is dat ongeveer de strekking? Ja? Toch nog even het woord aan de portefeuillehouder, de heer Brink. Ja, het mag van mij de volgende commissievergadering ook hoor. Ja, dat duurt nog een poosje. Ja, dus we hebben nog een hele zomer. Dan zitten we nog in het zomerseizoen, ja. Het zwemseizoen. Ik zou zeggen, doe maar mee. Ja. De eerstvolgende commissie mag nou, dan. Er is al een beetje, vorig jaar hebben we al wat uitzoekwerk gedaan. En ook op verzoek van de zwembaden, want die zeiden, nou, goh, zou dat nou wat zijn om dat schoolzwemmen? Dus het enthousiasme is er ook wel bij de zwembaden. Dus ik zal zeker het onderwerp met de zwembaden ook oppakken. Nou, misschien is het een goede suggestie om uiteindelijk de vragen die gesteld worden ook te sturen aan de agendacommissie. Dan kan die ook kijken wanneer de antwoorden komen en kunnen we het dan agenderen. En kan dat direct na de vakantie, dan is dat zomervakantie bedoel ik dan. Zomerperiode, dan kunnen we dat doen. Ja? Dat is B1 en dan staat er nog B2. Zijn daar vragen of op de heer Holtis? Nu als eerste. Nou, eigenlijk een opmerking. We juichen de suggestie toe.
zijn immers allemaal gebaat bij een hele schone gemeente. Ik herinner mij nog de vorige raadsperiode van een iemand die hier heel hard liep en zich verbaasde over het vele grove vuil wat er tussen al en zekers lag. Wellicht goed wel om samen met de jonge raad de pijnpunten in de gemeente te inventariseren. En misschien is het ook heel handzaam om de dorpsbelangen hierbij te betrekken, want die hebben volgens mij heel veel input waar de jonge raad en de gemeente haar voordeel mee kan doen. Dus dat is eigenlijk mijn opmerking. Maar u blijft bij het afdoeningsvoorstel? Correct. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel. Ja, dat nodigt mij in ieder geval uit om hierop te reageren. Ook ik kom tijdens het hardlopen heel veel zwerfafval tegen. Maar gisteren kwam ik ook een blikvanger tegen die gewoon omgegooid was en waarbij alles ernaast lag. Dus dat kan ook zo zijn. Op zich een goed voorstel, maar wij zijn net als hier al een keer in de raadzaal is gezegd, er is ook een stukje houding en opvoeding. En als ik dan lees, daar stoppen we niet voor, wij stappen niet van de fiets, dus dan gooi het maar gewoon op de grond. Ja, dat stoot ons toch wel een beetje tegen de borst. Ja, wij vinden dat je je eigen afval prima zelf kunt meenemen. En het stuk wat er verder in staat om inderdaad op de basisscholen daar meer aandacht aan te besteden met Nederlands Schoon, daar zijn wij heel groot voorstander van, want meer educatie leidt hopelijk ook tot gedragsverandering. Dus dat zou wat ons betreft heel goed zijn. Maar de blikvangers, wat ons betreft, goed voorstel, maar het zou ook uit stimuleringsfondsen prima gefinancierd kunnen worden. Ja, we gaan redelijk uitweiden over dit ingekomen stuk. Maar goed, ik wil toch iedereen wel even de gelegenheid geven omdat de paar er wel iets over hebben kunnen zeggen. De heer Stoker, pak. Voorzitter, dank u wel. Op zich een prachtig initiatief van de Jonge Raad om aandacht te vragen voor het weggooien van afval. Ik ben het met mevrouw Vissering eens dat daar verschillende aspecten aan zitten. Ik zou het erg op prijs stellen om een afspraak te maken met de Jonge Raad, misschien wel met een delegatie van de Raad, om hier gewoon ook in breder verband het gesprek over aan te gaan. Nou, dat is een voorstel om daar als raad onze verantwoordelijkheid in te nemen, om de jongere raad wat nadrukkelijk te betrekken bij een punt wat ze zelf hebben aangegeven. Nou, er loopt in ieder geval al een contact via het seniorenconvent, dus wellicht kan dat daarin meegenomen worden. Mevrouw Katerberg, CDA? Ja, nou sluiten wij ons aan bij het pak. Dat was ook een beetje ons punt van hoe loopt die communicatie op, richting de jongerenraad? Dat loopt in het seniorenconvent, maar als we eerst met elkaar in contact waren geweest, dan hadden we dit ook daar eerst kunnen bespreken. Want dat is ook wel een beetje het punt van, er is al heel veel bekend, ook binnen de gemeente, ook over de actie voor de basisscholen en zo. Dus wat is er dan al en wat is dan nog van toepassing voor de jongerenraad om in dit voorstel zo in te brengen? Dus de route die wordt gelopen is ook wel belangrijk. Dus graag snel een overleg, hè, wat ook wij hebben geïnitieerd, om met de jongerenraad in gesprek te komen. Dank u wel. De heer Blanke, PvdA. Nou goed, wij sluiten ons ook al aan bij wat de pak zegt. Goed, kijk, als je die afvalbakken er niet neerzet, dan weet je zeker dat ze daar niet in gegooid worden natuurlijk. Dus goed, ik denk goed het gesprek aangaan, ook zeker met het signaal wat ze eerder al aan ons gaven. Dus denk ik hierin zeker goed. Dank u wel. De heer Bouwers. Ja, inderdaad is een goede zaak dat de jongerenraad dit aan de orde heeft gebracht. En zo zie je maar weer, zo hoor je een tijd niks en dan komt het toch weer tevoorschijn. En ik denk dat het goed is. En wij het voorstel van het pak willen wij dan ook ondersteunen. En om dat met de jongerenraad op te pakken. Dank u wel. Verder nog? Of is dat? Ja, de heer Roedemaker. Dan sluiten alle zeven. Misschien mag ik hier dan toch een antwoord op mijn vraag van wat moet ik me voorstellen bij de afdoeningssuggestie ter afdoening in handen van het college. Daar kan ongetwijfeld iemand van het college antwoord op geven hoe daar dan binnen het college mee om wordt gegaan. Nou, dat is een heel duidelijke opdracht richting het college om u een voorstel voor de voorziene reactie voor te leggen. We kennen natuurlijk de categorie, dit zijn altijd de brieven aan de raad, de verzoeken aan de raad. Dus de categorie verzoeken die zijn gericht aan de raad, maar eigenlijk bedoeld zijn voor de ambtelijke organisatie onder verantwoordelijkheid van een collegelid. Daar gaat het hier niet over. Dus als het hier gaat over de voorgestelde wijze van afdoening onder dit kopje, dan gaat het dus eigenlijk over uw uitspraak, college, doet u ons maar een voorstel. Dan kun je daar een politieke discussie over hebben. Dank u wel. Ja, volgens mij
krijgen we niet altijd die reactie onder ogen. Als we er niet om vragen, dan eigenlijk geven we het op deze manier uit handen aan het college om daar een reactie op te geven. En als we hem wel willen, zouden we er hierom moeten vragen. Volgens mij gaat het zo in de praktijk. Ja, er zijn een aantal voorstellen onder dit kopje waar die eigenlijk, waarvan de raad dan eigenlijk aangeeft, nou, we willen dat ook niet meer terugzien. Maar dit is wel duidelijk één in de categorie. En dat accent geeft u zelf in de bespreking aan. Wij zien graag dat het college inderdaad bij ons iets neerlegt, zodat we het erover kunnen hebben. En natuurlijk nog de portefeuillehouder. Als ik dan alle 7 partijen heb gehad en ook nog eens de burgemeester, dan mag de portefeuillehouder niet ontbreken die over het afval gaat. Portefeuillehouder afval, ja. Een beetje een dubieuze benaming volgens mij. Heel goed denk ik, mooi dat het advies er ligt van de jongerenraad. Ik wil toch uw raad, want u geeft allemaal aan, we willen graag in gesprek. Dat is denk ik heel goed. Volgens mij heeft u nog een aantal onderwerpen waar u als raad ook over in gesprek gaat. Ik geef u de suggestie mee, juist voor deze vrij praktische voorzet. Waarbij Nederland Schoon ook niet nieuw is, want daar zijn wij gewoon deelnemer in. Er zijn gewoon basisscholen die gebruik maken van Nederland Schoon. Ik heb daar zelf ook in de vorige periode mijn handen uit de mouwen mogen steken om met schoolklassen daar de boel schoon te gaan maken. Dus daar zijn al een heleboel initiatieven op dit punt. Dus het aanbod ligt er. U bent altijd vrij om zelf als raad uiteraard in gesprek te gaan. Maar misschien is het praktisch om dan gewoon te zeggen van nou, college ambtelijke organisatie, pak dit op samen met de jongerenraad en laat ons weten wat eruit komt. Mijn voorstel zou namelijk sowieso zijn om dat te gaan doen, omdat dit gewoon op een heel praktisch uitvoerend niveau ligt. En dan zullen we u uiteraard goed op de hoogte houden van de afspraken die we in dat gesprek hebben gemaakt. En het aanbod meteen naar de jongerenraad van, het is heel zinvol dat jullie dit soort praktische adviezen brengen. De deur staat altijd open, dat geldt niet alleen voor mijn deur, maar ook die voor van de 3 collega's. Dus zeer welkom ook daarmee. Leidt dat nog tot reactie bij de fracties, de heer Hoedemaker? Ik kan me eerlijk gezegd prima vinden in de voorstel van de wethouder. Nou, wellicht is er, om de discussie maar even te sluiten, dit punt te sluiten, een tweesporenbeleid te bewandelen. Gesprek met de jongerenraad volgt sowieso. En willen fracties dat daarbij aan de orde stellen, prima. En de andere route kan natuurlijk ook uitstekend gevolg worden. Dan zitten we met 2 routes en als er op die routes ook nog af en toe blikvangers staan, dan hebben we het helemaal, die niet omgegooid zijn, dan hebben we het helemaal afgedekt volgens mij. En die geleegd worden, ja inderdaad, daar zoeken we natuurlijk dan ook weer mensen voor. Ja. Goed, dat waren de ingekomen stukken. Er vindt even een wisseling plaats van de bezetting aan tafel. Geef even de gelegenheid voor. Het leek even op een wisseling bij D66, maar dat is wat lastig. Ja, gespleten persoonlijkheid. Ja. Wie weet. Agenda punt 7. Dat betreft een brief van mevrouw C. Soppe van 18 mei 2018 in zaken de aanvraag spoedberaad lichtplaats schip Carmenta. Er is in het verleden ook 2 keer over dit onderwerp ingesproken. Het pak had hem laten agenderen. Nou ben ik even kwijt of we daar ook een onderbouwing voor hebben gehad als agendacommissie. Maar laten we daar maar even overheen stappen. Hebt u in dit kader vragen? Nou ja, er waren nog wel een aantal vragen en ik was eigenlijk een beetje benieuwd. Ik heb begrepen dat er inmiddels gesprekken hebben plaatsgevonden, ook tussen provincie en gemeente. Misschien kan de wethouder daar even heel kort iets over zeggen. En ik zou toch wel graag willen weten, van, zijn er binnen de gemeente Coevorden gewoon mogelijkheden om dat schip hier te laten liggen? Wethouder Huizing. Ja, om met de eerste vraag te beginnen, voorzitter, er is gesproken tussen gemeente en provincie. En morgen vindt er ook een gesprek plaats op het provinciehuis waarbij ook de mevrouw waarom het gaat, mevrouw Soppe, aanwezig is. Dus daar volgens mij moet ik daar verder niet al te veel op vooruit lopen. Ja, wat die mogelijkheden betreft, volgens mij hebben we die conclusie in de vorige vergadering ook al getrokken. Als gemeente hebben we niet zo gek veel wateren in de stad Coevorden waar we woonboten liggen. Plaatsen zijn er op dit moment sowieso niet. En
Wij zien ook weinig mogelijkheden op dit moment om binnen onze wateren een en ander te creëren. En ik denk niet dat het zo heel netjes is om voor het gesprek morgen te gaan aangeven hoe de provincie erin staat en of die wel of geen mogelijkheden zien. Maar in ieder geval de gesprekken lopen en er wordt in ieder geval geprobeerd om een soort van oplossing en wat of waar dat dan ook is. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Er wordt nu met mevrouw Sloppen gezocht van Baashuis Heijn met haar woonboot gewoon echt een permanente ligplaats kunnen krijgen. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, nog aanvullend? Niet aanvullend. Ik kan me vinden in het antwoord wat de wethouder hier geeft. En we wachten dat gesprek af. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen over dit stuk? Ja, meneer Mulder, PvdA. Ik ben blij met de beantwoording van de wethouder van die vraag. Want diezelfde vraag wilden wij ook stellen. En ik zie de beantwoording graag tegemoet. Feitelijk een verzoek om ons op de hoogte te houden van de afloop, voor zover de gemeente daar informatie over krijgt of heeft. Oké. De heer Bouwers, PPC. Ja, dankjewel, voorzitter. We hebben dan wel het verzoek dat er dan ook in de toekomst duidelijkheid komt. Ook voor in Coevorden, wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Want wij willen graag in Coevorden mooie, antieke of oude schepen enzovoort. Dus maar laat daar dan wel binnenkort ook de duidelijkheid over zijn op de gebieden waar wel mogelijkheden zijn. Als u daar nog eens antwoorden kunt, zou kunnen geven. Heer Huizing. Zullen we dat in een vervolgtraject gewoon gaan meenemen? De toezegging staat hierbij dat wij uw raad daarvan op de hoogte gaan brengen. Dank u wel. Verder nog niets. Gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat is voorstel van het college in zaken zelftoetsing archiefbeheer. En het voorgestelde besluit is daarbij het verslag zelftoetsing archiefbeheer 2017 voor kennisgeving aan te nemen. Allereerst, zijn er vragen hierover te stellen aan de portefeuillehouder? Niets? Dan geef ik het ter bespreking. Zijn er opmerkingen over te maken? De heer Slomp geeft aan hamerstuk. Dat is ook een opmerking. Non-verbaal dan. De heer Gitsma, CDA. Ja, wij hebben er, het kan wat ons betreft als een hamerstuk, maar toch wat opmerkingen. Feitelijk speelt hier hetzelfde als bij de RUD. Je stelt vast dat iets niet helemaal goed gaat en dat resulteert dan in een aantal actiepunten. En al die actiepunten, dat houdt in dat er risico's zijn met betrekking tot het kunnen leveren van informatie, het beheren van informatie, het lekken van informatie. Dus dat houdt in dat al die besluiten die dan, of al die actiepunten die genoemd worden, die zullen op een gegeven moment ook op een gecontroleerde manier tot een eind moeten worden gebracht. Nou wordt er daar, als je naar al die actiepunten kijkt die eruit komen, dan, om er maar één te noemen, het besluit informatie weer in de archiefverordening moeten worden geactualiseerd. Dus schijnbaar gaat het anders dan nu op papier staat. Simpele vraag is, wanneer is dat klaar? Eigenlijk zou je de vraag eerst moeten stellen, wat voor risico's houdt dat in? Als die procedures niet helder zijn. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar dan is er bijvoorbeeld één verder inzet leveren aan de provinciale samenwerking om te komen tot een goede digitale archiefbewaarplaats. Ja, wat is dan goed? En zo zijn al die punten hebben iets vaags. Dus ik denk als je als raad je controlerende functie wilt hebben, dan mag je op een gegeven moment ook vragen dat bij dit soort actiepunten die eruit rollen, dat gewoon gedefinieerd wordt op een controleerbare manier. Dat is wat ik eraan toe wil voegen. Een tip wellicht voor het volgende onderzoek, zelfonderzoek, wat plaats kan of moet vinden. Zijn er verdere opmerkingen over te maken of zeggen de anderen ook allemaal aan een stuk? Portefeuillehouder, wellicht nog een opmerking over de bijdrage van de heer Gitsma. Twee korte opmerkingen. Eén, ik denk dat de vergelijking met de RUD wel heel erg ver gezocht is, laat ik het dan maar zo zeggen. We hebben het hier over onze eigen organisatie, die aan het eind denk ik helder in een overzicht toch weergeeft wat je mag verwachten dat er in het volgende
zelfevaluatie aan de orde zal komen. En natuurlijk gaat iedereen die daar in de voorbereiding bij betrokken is, vanuit dat, en daarom staat het hier ook geagendeerd, dat u een van de eerste zult zijn om te zeggen, hé, maar treffen wij daarin dan inderdaad datgene aan wat wij mochten verwachten op grond van dit jaarverslag. Of het verslag van de zelftoetsing. Dus het is een cyclisch proces, wat mij betreft toch eigenlijk heel transparant is. En inderdaad altijd een balans is van hoe uitvoerig moeten we hierover in detail het bestuur en de raad informeren. Ik weet er zeker dat natuurlijk alle mogelijkheden bestaan om, mochten er nadere vragen over zijn, dat de archivaris en andere collega's van hem graag bereid zijn om dat nog even heel specifiek toe te lichten. Ik denk dat de balans die hierin is getroffen tussen de tekst, om u hierover te informeren en het college, toch eigenlijk wel adequaat is. Het is altijd inderdaad even de vraag hoeveel energie ga je er nou insteken om het echt tot zoveel cijfers achter de komma uit te werken. Nogmaals, mijn aanname is, en als u kijkt naar de vorige agendering van de zelftoets, dan zult u dat ook zien, dat daar de punten staan aangekondigd waarvan hier wordt gezegd, hier zijn we ingevorderd. Dus er zit wel degelijk een soort logische opbouw in. Dank u wel. Dan gaat dit door als hangstuk, of wilde je gisteren maar toch nog reageren? Ja, ik wil er even op reageren. U zegt eigenlijk met zoveel woorden dat bij de volgende controlecyclus zijn deze punten opgeruimd. Ik constateer dat in de bijlage heel helder staat welke actie, wat de actie is waar die uit bestaat. En we weten met elkaar dat dat ook de manier is waarop we ook de vinger aan de pols houden. Namelijk bij de volgende keer dat we de zelftoets krijgen aangereikt, dan kijken we ook even terug naar de vraag wat stond er ook alweer als actie. Dus volgens mij is er een redelijk sluitend systeem in deze zelftoets opgesloten. Dank u wel. Hamerstuk dus. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 9, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken de wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Drenthe. Met het voorgesteld besluit toestemming te verlenen aan het college om met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Drenthe in te stemmen. En dat komt kortweg op neer dat we er een huis bij krijgen. Nou, eigenlijk is het er al, maar het wordt hier bestendigd, een veiligheidshuis. Zijn daar vragen over? De heer Hoedemaker, D66. Nou, inderdaad, de constatering dat er dus een veiligheidshuis toegevoegd wordt aan de VRD. En dat het veiligheidshuis, dat bestaat al. Maar dat is een netwerkorganisatie die volgens mij alleen maar bestaat in crisistijd. En die wordt op dit moment wordt die als een soort permanente... wordt er een permanente omhulsel omheen gesponnen. En dan vraag ik me af van voelen ook de andere partijen die zich in dit veiligheidshuis vertegenwoordigd zouden moeten zijn, voelen die zich ook voldoende vertegenwoordigd? Want er zitten ook zorginstellingen in en die zie ik hier bijvoorbeeld helemaal niet in staan. Die worden ook niet genoemd. Hè. Er wordt alleen maar genoemd aan de ene kant de veiligheidsregio, aan de andere kant de gemeente. En gaat dit op termijn niet ontzettend veel geld kosten? Portefeuille houden, de heer Bouwmeester, burgemeester. Dat terecht wordt geconstateerd dat het een netwerkorganisatie is. Het gaat hier natuurlijk eigenlijk alleen maar om de vraag wat heeft de veiligheidsregio te doen, statutair gezien, om het mogelijk te maken dat zij ook diensten verricht voor het veiligheidshuis, het werk van het veiligheidshuis. Daar is geen fysieke regeling voor in Drenthe bij een van de organisaties die verbonden zijn via die veiligheidshuisconstructie. Daar werken wel degelijk, dat is een vaste structuur, dat is niet een structuur die pas ontstaat als er een crisis is. In die zin is er elke dag wel een crisis waar het veiligheidshuis zich mee bezighoudt. Dat zijn incidenten rondom personen waar acuut wat mee moet en waar voor ons allemaal in Drenthe het veiligheidshuis een cruciale schakel in het geheel is. Echter, die organisatie moet wel gefaciliteerd kunnen worden.
En men heeft in Drenthe met elkaar, ook met al die andere organisaties die via een andere route aan het veiligheidshuiswerk verbonden zijn, met elkaar gevonden dat de veiligheidsregio eigenlijk toch het meest voor de hand liggende onderdak dan zou moeten zijn voor de facilitaire ondersteuning. Dat vereist dus inderdaad wel een statutaire aanpassing. Maar het verandert in feite het werk van het veiligheidshuis als zodanig niet. En dus ook niet de relatie die het veiligheidshuiswerk heeft met de andere organisaties die met elkaar ook verenigd worden, juist door die functionarissen die in het veiligheidshuis werkzaam zijn. En op die manier ons helpen als gemeente om met lastige dossiers om te gaan. Voldoende antwoord, heer Hoedemaker. Ja, ik denk dat ik het wel begrijp, maar dan nog staat de vraag van, wordt er hier nou niet een extra cocon gesponnen om iets bestaans? Want u geeft terecht aan van dat veiligheidshuis, dat bestaat 365 dagen per jaar, want er is altijd wel ergens een crisis. Maar dan is het gemeente X die met zorginstelling Y een crisis aan het bezweren is. En nu wordt daar dus altijd een beroep gedaan, of in de nieuwe constructie wordt er altijd een beroep gedaan op iemand in de veiligheidsregio. En mijn vraag is van, is dat dan zo noodzakelijk? Nee, de gedachte is niet dat er capaciteit bijkomt. De gedachte is dat het veiligheidshuis nu een stukje, dak, letterlijk en figuurlijk, kan vormen voor de formatie die al permanent aanwezig is in de vorm van het veiligheidshuis en die we met elkaar ook al financieren. Dus die financiering is er, die verandert niet. Of je dat zou willen veranderen is een andere discussie. Daar kun je best een aanleiding voor zien. Nou, we hebben meer behoefte aan een dergelijke functionaliteit in Drenthe. En als dat ondergebracht is bij de veiligheidsregio en dat statutair dan ook kan, dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we het nog eens even hebben over de vraag of dat niet meer zou moeten zijn en hoe je dat dan bekostigt. Maar daar hebben we het nu niet over. Het gaat nu over de bestaande capaciteit, veiligheidshuisfunctie. En die onder te brengen, aan te kunnen haken bij de veiligheidsregio, omdat ze anders een wat zwervend bestaan, zou je kunnen zeggen, feitelijk dakloos, zou je misschien ook kunnen zeggen, in Drenthe rondzwerven. En nu is het zo dat er in ieder geval fysiek zichtbaar is dat het veiligheidshuis in ieder geval onder dak van de veiligheidsregio kan functioneren. Dus eventuele budgettaire voorstellen, dat is een ander chapitel, ligt hier vanavond niet voor. En of het voorkomt te liggen, dat kan ik ook geen zinnig woord over zeggen. Dank u wel. Hoedemaker, nog aanvullend? Niet meer inhoudelijk, nog wel textueel. Eén dingetje. Verzoek om eens te kijken naar de eerste zin onder argumenten 1.1. Want die is een beetje krom. Dat neemt de portefeuillehouder, denk ik, mee. Ja, dat is een feitelijk terechte constatering, voorzitter. Goed. Dank u wel. Verder nog vragen? De heer Slomp, PvdA. Dank u wel. Sluit al een beetje aan. Wij snappen op zich dat het veiligheidshuis ergens onder dak moet, juridisch en organisatorisch. Maar dan lees ik toch maar even een stukje tekst voor. Worden de komende periode afspraken gemaakt over de basistaken van het veiligheidshuis, de financiering, de wijze van inhoudelijke sturing, regie, verantwoording, enzovoort, enzovoort. Dat roept bij ons twee vragen op. Voordat ik met iemand in zee ga, organisatorisch, dan zou ik eerst die afspraken maken en dan in zee gaan. Dus dat roept de vraag op waarom in deze volgorde. En ik lees hier wel degelijk iets over een stuk financiering wat er nog achterweg komt. Dus uw vorige antwoord kan ik niet helemaal duiden. De heer Bouwmeester. Over de functie veiligheidshuis wordt al wat langer met elkaar gesproken in het Drentse. Het staat even los van de vraag waar breng je het dan onder, hè? Daar waar het dit voorstel over gaat. Maar over die functionaliteit wordt al wat langer gesproken. Ook wel over de vraag of we niet veel meer en handiger gebruik zouden moeten willen maken, juist van deze functionaliteit.
dan moet je er ook meer voor over willen hebben met elkaar. Maar zoals ik net al probeerde aan te duiden, dan heb je het over een andere discussie, hè, die tot een ander voorstel eventueel zou kunnen leiden. En wat hier gebeurt in deze alinea is dat er wordt verwezen naar het feit dat dat gesprek gaande is. En dat er, maar daar hebben de portefeuille de zorg, zeg maar, op zijn minst een even belangrijk aandeel in als dat je dat vanuit de veiligheidshoek zou benaderen. Met elkaar is natuurlijk de gedachte dat je tot een gemeenschappelijk beeld zou moeten komen over wat voor functionaliteit je in dat veiligheidshuis zou willen zien. En het feit is natuurlijk wel zo dat als je de conclusie zou trekken dat we er met elkaar meer voor over zouden moeten willen hebben, nogmaals, komt een ander voorstel dan voor, dan wordt het des te belangrijker dat je ook een fysieke plek hebt, hè, waarin al die omhullende taken zoals die hier, die hele controlecyclus die hier wordt benoemd, dat ook op een goede manier al is belegd. Maar nogmaals, zijn twee gescheiden discussies en dat die discussie rondom de functionaliteit van het veiligheidshuis ook een keer moet worden afgerond, daar zijn we het snel over eens. Maar nogmaals, dat is niet de strekking van het voorstel wat hier nu voor ligt. Dit gaat er alleen maar over dat het de veiligheidsregio in ieder geval formeel ook de mogelijkheid heeft om haar diensten aan het veiligheidshuis aan te bieden. Dank u wel, meneer Slomp. We gaan verder. Ja, nou ja, dat is dan meer een opmerking. Ik snap wel dat u het zo uitlegt zoals u het uitlegt. Alleen vanuit onze rol als raadslid, als je nu ja zegt tegen de inhoudelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling, dan wordt het wel bijzonder lastig om straks nog iets van de financiering te vinden. En daar ben ik gewoon als raadslid niet zo gelukkig mee. Ik leg ons dan gewoon een voorstel voor op inhoud en ook met wat het kost daarbij. Daar zou ik gelukkiger van worden. Los daarvan, voor nu akkoord. Dank u wel. Er staat in ieder geval in het voorstel ook nog ergens een moment van evaluatie. Ik doe maar een hint. Mevrouw Driehuis, pak. Nou, ik sluit me daar wel een beetje bij aan, want het voelt een beetje als, het klinkt misschien raar, maar GGD-praktijken. We schuiven er even iets tussen en op een gegeven moment is iedereen er wel aan gewend en dan presenteren we de rekening. Zo voelt het een heel klein beetje, dus ik kan me wel een beetje mee voelen met wat de heer Slompen daar aangeeft. Had gewoon met een concreet voorstel gekomen met een onderbouwing, financiële onderbouwing. En dan hadden we daar inderdaad gewoon ook een klap op kunnen geven. Ook wat ons betreft nu wel akkoord, maar we hopen niet dat we voor verrassingen komen te staan binnenkort. Daarmee zijn er geen vragen meer, begrijp ik. En wordt dit een hamerstuk? Gemeenschappelijke regelingen vliegen vanavond over tafel, vergelijkingen worden getrokken, die er misschien helemaal niet zijn. Meneer Bouwmeester, toch nog een laatste woord over dit voorstel. Ik zal de wens van de Raad natuurlijk wel meenemen, maar die wens is niet anders dan wat wij al eerder ook in discussies hebben ingebracht. Dat het echt twee gescheiden discussies zijn, die je dus ook gescheiden moet voeren. En als we wat anders met de functie veiligheidshuis willen, dan moeten we dat goed met elkaar op papier hebben, waar het dan over gaat en hoe we dat denken te kunnen financieren. Dus dat komt dus een volgend separaat traject. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat een beetje werkende weg, zeg maar, in de begroting van de veiligheidsregio, want daar ligt uw zorg, begrijp ik, hè, dat daarin dan een beetje wordt weggestoken. Daar zal ik zelf ook wel alert op zijn. Mevrouw Vissering nog? Ja, ik wil het toch inderdaad ook wel. Ik voel inderdaad ook wel wat de heer Slomp zegt over de GGD. Dat voert mij een beetje te ver. Maar ik snap het wel. We hebben onlangs net de hele financiering van de veiligheidsregio met elkaar besproken. En nu voelt het een beetje alsof er nog een staartje aankomt, dat er nog iets bij komt, zeg maar. En ik snap best dat het misschien organisatorisch verschillende dingen zijn, maar het voelt nu wel een beetje alsof het nu nog geen kosten, maar we weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Maar goed, wat mij betreft hoeft hier verder niet op ingegaan te zijn, maar ik wil het in ieder geval wel kwijt. Dank u wel. Dank u wel. In ieder geval genoeg gesproken over gevoel en ratio volgens mij. En dit gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dan hebben we het volgende agenda, punt 10. Voorstel van het college burgemeester en wethouders in zaak het vaststellen van de verordening Doe Mee Pas. Voorgesteld besluit is kennis te nemen van het advies van de adviesraad Sociaal Domein, gemeente Coevorde ten aanzien van het ontwerp verordening Doe Mee Pas gemeente Coevorde. Ja, en de verordening, daar staat hij goed, Doe Mee Pas gemeente Coevorde vast te stellen.
vragen? De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn als PvdA-fractie blij met de uitbreiding van de domeinpas. Het is een mooie uitbreiding van het en invulling van het minimabeleid om dat te verbeteren hier in onze gemeente. We hebben het over de ziektekosten, schoolkosten, kinderarmoede en de collectieve verzekering voor kinderen. Dat wordt nu beter geregeld. Wij zien nog wel een groep inwoners van onze gemeente die onderbelicht worden. En dat zijn de mensen van het AZC. In de adviesraad, in die brief wordt daar ook over gesproken. Met de vraag, komen die in aanmerking voor de domeinpas? Nou, het antwoord daarop is duidelijk. Maar ik weet uit eigen ervaring dat mensen daar, en vooral kinderen, echt graag ook mee zouden willen doen. En dan noem ik maar even specifiek het zwembad, voetbalverenigingen, noem maar op. En het zou mooi zijn als daar wat voor geregeld kan worden. Dus ik wil dan ook de wethouder vragen van hoe kan hij daar wel een invulling aan geven. Een lange inleiding met al uw oordeel over het voorstel. En uiteindelijk is de vraag, ingaande op het advies van de adviesraad, kan daarvoor iets worden georganiseerd? De vraag is of u dat ook wilt. In eerste instantie ligt daar de verantwoordelijkheid A bij mensen zelf en B bij het COA. En dat laat onverlet dat deze mensen, deze groep, gewoon in onze gemeente woont. Vooral in Aalen Zwelo zich begeeft, daar ook meedoet in de samenleving. Dus in sportverenigingen die zich inzetten voor deze doelgroep kunnen daar ook goed meedoen. Maar ik wil wel met en voor u als raad, als u dat wilt, onderzoeken wat de mogelijkheden daar eventueel voor zouden zijn. Maar ook waar daar de behoeften voor liggen. Maar dat wil ik uiteraard graag in samenhang met wat ook het COA voor deze doelgroep inmiddels betekent. Want ook daar wordt gewoon gesport. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Ik denk dat dit punt trouwens straks wel even als vraag naar de andere partijen kan worden geïnterpreteerd, want u zegt van als de raad dat wil. Dus misschien alvast om iets over na te denken voor na de vragenronde. Maar nu eerst nog de vragen. Meneer Stoker, pak. Voorzitter, allereerst een opmerking. Mijn fractie is ook blij met de verbreding van de domeinpas voor alle inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum. Ik heb ook nog even gekeken naar datgene wat de adviesraad heeft aangegeven. En wij dringen er wel op aan dat naast, zeg maar, bekend zijn op de website die nogal pover oogt en wat moeilijk te vinden is, dat we ook anderszins via andere kanalen aandacht besteden. Vragen de wethouders inderdaad ook hiervoor specifiek aandacht hebben voor de lage letteren, want ik denk namelijk dat de lage letteren in de gemeente vaak ook tot de beoogde doelgroep horen. En die hebben gewoon volgens mij wat minder met de website. Dus huis en huisplan of anderszins vraag ik daar aandacht voor en graag een reactie daarop. Portefeuille altijd, heer Brink. Zeker, meneer Stoker, zullen wij daar aandacht aan besteden. Alle voorzieningen voor minima zijn ook bekend bij onze sociale teams. Zijn ook bekend bij alle onze partners. En daar wordt actief voorlichting over gegeven. En ik zal ook nog even navragen, misschien even samen met mijn collega Huizing, hoe het zit in het taalhuis, want daar komen toch ook mensen die zich toch weer willen bekwamen in het lezen en schrijven. Dank u wel. Verdere vragen? Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u wel. Ja, ook CDA-fractie is heel positief over deze uitbreiding. Toch een paar vragen. In de verordening staat dat een pas voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgegeven. En de vraag is op basis waarvan deze keuze wordt gemaakt. En als er afgifte is voor onbepaalde tijd, hoe wordt dan gecontroleerd of de houder nog voldoet aan de voorwaarden van die 110% maximaal? En wordt er daadwerkelijk aan hercontrole gedaan? En wat zijn de resultaten daarvan? Wethouder Brink. Poeh, mevrouw Katerberg. U vraagt wel een hele gedetailleerde vraag. Als u het echt graag wilt weten, deze details, dan zullen we kijken of we die u schriftelijk kunnen beantwoorden. Als u dat goed vindt. Maar ik heb die cijfers, zult u begrepen, niet hier zomaar paraat. Dat is prima, maar dat is wel iets wat in de praktijk speelt. Mensen die hem voor
die hem hebben gekregen, zich soms wel afvragen van ja, hoe lang blijft hij dan geldig? Want mijn inkomen wisselt nog wel eens. Nou, duidelijke vraag denk ik. Meer dan cijfers. Ook motivering, wanneer het ene, wanneer het andere. Maar goed, die antwoorden kunnen verstrekt worden. Dan zal dat ongetwijfeld naar de hele raad toe gaan, denk ik. Dank u wel. Verdere vragen over dit voorstel niet. Dan geef ik het in bespreking. Alhoewel een aantal partijen al hun oordeel hebben gegeven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling met een vragenronde, maar goed. Kan die als hamerstuk? Ik vat het maar even samen. Ja, goed zo. Dank u wel. Dan krijgen we agenda punt 11, voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken verhuizing streekomroep Zuidoost 34 naar Hospicehuis. Wie heeft daar vragen over? Geen vragen? Ja, meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Er staat in de stukken dat stelt het college op die manier wordt de gemeente Koevoorde voor de activiteiten die binnen onze gemeente worden georganiseerd veel vaker en via meer kanalen dan voorheen onder aandacht gebracht. Dat lijkt er bijna op alsof er ook inderdaad metingen zijn verricht op grond waarvan deze conclusie wordt getrokken. De vraag is dan ook van kunt u aangeven hoeveel meer zendtijd, aandacht en exposure de gemeente Koevoorde door het tot stand komen van ZO 34 heeft gekregen, meer dan voorheen. Wethouder Huizing. Nee, volgens mij aangeven hoeveel, uiteraard, ik neem aan dat het radio of zo 34 precies kan aangeven, hoeveel onder of hoeveel tijd is besteed aan, aan onderwerpen. Wat wij zien is dat zo 34, dat hebben ze bij de stad aangegeven, daar ook echt voor wil waken dat het echt een omroep is van Zuidoost-Drenthe. Niet alleen maar van Emmen, want dat was een van de punten die door de critici werden aangegeven. Nou, er zitten twee bestuursleden, één bestuurslid en een medewerker van Sofie, dat zit op de tribune. Allebei ook met een hart wat ligt in Koevoorde, die ook kunnen aangeven dat die aandacht er absoluut is. En wat wij zien is dat er vooral ook gekeken wordt op dit moment hoe kunnen we het bereik echt krijgen op die hele Drentse Zuidoosthoek. Dus ook misschien in de gebieden waar Radio Loco in het verleden iets minder sterk was in onze gemeente. En daar proberen om ook aandacht te besteden aan evenementen, aan dingen die er spelen. En wat wij in ieder geval nog willen gaan doen, dat weet het bestuur ook, graag om tafel om te gaan kijken hoe kunnen we dat bereik wat er in technische zin gewoon groter is geworden. Ook dankzij de investeringen die hopelijk gedaan kunnen worden. Dus dan is er in technische zin geen beletsel meer om in heel Zuidoost-Drenthe het ook echt goed te kunnen ontvangen. Ja, dan heb je nog niet je radio of je televisie ingesteld staan daarop. Dus ik denk dat we vooral dat het goed is als er aan de bekendheid van Sofie dat ook nog verder gewerkt wordt. Nou, die bereidheid die is er absoluut. Omdat zowel gemeente als Zo34 daar een meerwaarde in ziet om juist die functie van lokale omroep, om die goed onder aandacht te brengen bij inwoners. Omdat wij merken dat er daar waar Zo34 is, dat daar wel naar volle tevredenheid wordt gekeken. En dat mensen dan zeggen, oh ja, het was hier, ik heb even opgezocht waar het nu is. Het was even zoeken, want ik wist het niet. Maar dan staat het er eenmaal en dan merk je dat die stap gemaakt wordt. Maar uw vraag was, kunt u concrete aantallen geven? Nee, ik heb ze niet. Dank u wel. Verder nog vragen hierover? In bespreking dan, wil iemand er iets over zeggen? Ik zie weinig aanstalten, dus dan zou ik maar concluderen een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we door naar agenda 12. Wat even weer gewisseld. We zitten nog midden in het zomerseizoen van 2018 en nu al staat een voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken het vaststellen van de verordening van de toeristenbelasting 2019. Maar dat is niet zomaar. Dat staat er ook nadrukkelijk in te lezen. Waarom of dat nu al is, zijn daar vragen over het voorgesteld besluit, zoals daar staat, vaststelling verordening toeristenbelasting 2019. Wie heeft daar vragen over? Geen vragen?
In bespreking dan. Wie wil daar iets over zeggen? Niemand. Hamerstuk dus. Goed. Dan gaan we door. Dank u wel. Dan krijgen we agenda punt 13. Mijn verwachting is dat dat geen... In ieder geval niet zo snel een hamerstuk wordt. Wie weet wordt het nog een hamerstuk, maar... En dat gaat om het jaarverslag. Het jaarverslag 2017. Een lijvig boekwerk. Zeker als je de bijlagen in beschouwing neemt. Dat is in ieder geval voor de kijkers en luisteraars... Wel even goed om te melden dat daarover in ieder geval een technisch vragenuur heeft plaatsgevonden waarbij de fracties, de raadsleden van tevoren vragen konden indienen. Vooral technisch van aard. Er was de overwegende gedachte bij dat technisch vragenuur op voortreffelijke wijze zijn beantwoord. En nu is het dan tijd en ruimte voor het meer beleidsmatige deel van de vragen. En natuurlijk een oordeel voor het vervolg. Nou, goede gewoonte is dat we hem per hoofdstuk of subhoofdstuk, als dat hoofdstuk heel lang is, doornemen. En dan vragen of er beleidsmatige vragen zijn. U mag vanuit de fractie, indien u met twee bent, daar beide vragen over stellen. Zo is de gewoonte ook. Dus ik kan me voorstellen dat het soms bij wat meer bij de portefeuilles past. Ja, en alle portefeuillehouders kunnen die vragen... natuurlijk ook tot zich krijgen, dus we schakelen af en toe ook even tussen de portefeuillehouders. Goed, allereerst de inleiding en leeswijzer. Wij geven die roedemakers straks nog wel even gelegenheid om, als die daar nog vragen over heeft. En ik hoop dat dat met hem goed gaat, anders moet er misschien even iemand achteraan. Dat we hem nog wel terugzien vanavond. Goed, de inleiding en leeswijze. Zijn daar vragen over? Niet. Hoofdstuk 1, de bestuurlijke samenvatting en de financiën op hoofdlijnen. Zijn daar vragen over? Mevrouw Driehuis, pak. Ja, dankjewel. Er wordt in het hele stuk gesproken over het meedenken van inwoners, andere betrokkenen. Wat ik een beetje mis is de jeugdraad. Is die daar ook in meegenomen of hebben jullie die specifiek niet vernoemd? U bedoelt de jongerenraad? Ja. Aan wie stelt, wilt u die vraag stellen? Want dit is een die... Ja, afhankelijk van het onderwerp. Het is een hele brede, dus ja. Wie weet. Ik daag de heren uit om daar antwoord op te geven. Ja, aangezien dat heel breed is geformuleerd. Dat dacht ik al. Ligt dat misschien weer aan mij weg. Nee, er zit absoluut geen bijgedachte bij. We hebben geen specifieke deelnemers, moet je ze misschien zeggen, opgenoemd. Is in de volledige breedte bedoeld. Dank u wel. Hoofdstuk 1, verder nog vragen? Niets. Dan gaan we door naar hoofdstuk 2. En dat bevat een aantal programma's. Dus we doen maar even per programma, anders wordt het zo'n heen en weer geschakeld. Hoofdstuk 2.1, economie, onderwijs en cultuur. Mevrouw Driehuis, pak. Dat gaat over de integrale kindcentra. Daar wordt op een gegeven moment aangegeven, dat lijkt niet helemaal van de grond te komen. Wordt daar überhaupt nog iets aan gedaan op dit moment? De heer Huizing, wethouder. Jazeker. Gelukkig wel, zou ik bijna willen zeggen. En niet alleen of vooral vanuit de gemeente, maar juist ook vanuit de scholen en de kinderopvangorganisaties. En u heeft dat wellicht recent ook kunnen lezen in de krant dat scholen in Koevoort, het buitenverein, Dr. Piekartschool, dat daar nu ook weer gebouwd wordt aan de ontwikkeling van een kindcentrum door de integratie daarin van Kinderwereld. Dus nee, gelukkig hebben wij op dit moment, uit mijn hoofd zeg ik, op 18 scholen een kinderopvangorganisatie. Met elkaar onder één dak wil nog niet alles zeggen. Maar er wordt ook aan gewerkt om dan juist te zorgen voor een doorlopende leerlijn.
En volgens mij heb je het dan over een kindcentrum, niet over een integraal kindcentrum. Want dan zou je echt alles onder één organisatie moeten hebben. Ik denk dat dat een stap te ver is en dat het ook helemaal niet hoeft. Dat het er juist om gaat dat die doorlopende leerlijn er is en daar is volop aandacht voor. Dank u wel. Verder nog vragen over subparagraaf 2.1? Niet. 2.2? Oh, toch nog? Sorry. Mevrouw Driehuis, nog over 2.1. Dankjewel. Er wordt gesproken over dat er een stijging is voor het aantal bezoekers Hofpoort en Museum, wat natuurlijk goed toe te juichen is. Maar er is wel een daling van het aantal bezoekers voor de bibliotheken. Hebben jullie enig idee wat daar de reden van kan zijn? Volgens mij hoort die bij wethouder Huizing. Ja, klopt, voorzitter. Een idee, in ieder geval wel een vermoeden. We zien eigenlijk in heel Drenthe, in heel Nederland, een daling van het aantal leden van de bibliotheek. En wat we daarnaast specifiek in Coevorden hebben gezien, is dat we natuurlijk een aantal discussies hebben gehad. We hebben een sluiting gehad van de vestiging in Aalden, die gelukkig weer geopend is. De verplaatsing van de vestiging in Dalen. Nou, dat heeft wel geleid tot een terugloop. We zien gelukkig nu bijvoorbeeld in Aalden weer dat het afgelopen half jaar daar het aantal leden weer aan het stijgen is. Dus blijkbaar brengt die nabijheid van de bibliotheek toch ook mensen wel weer brengt mensen dat weer richting de bibliotheek. En dat is denk ik heel mooi. Dank u wel. Verder nog, mevrouw Driehuis, over dit hoofdstuk? Niet. Onder het kopje bedrijventerreinen, daar wordt aangegeven dat er is of u een verklaring kunt geven voor de opmerking dat er tientallen nieuwe banen bijkomen. Ik ben wel heel benieuwd waar u dat op baseert. Dat is volgens mij een voor de heer Zwiers. Wethouder Zwiers. Welke, misschien bladzijde 16 noemde u? Ik kan specifiek de zin even aangeven. Er staat op een gegeven moment diverse bedrijven starten uitbreidingsprojecten zoals Intergas, IEMS en Olba. Deze uitbreidingsprojecten gaan in de komende tijd tientallen nieuwe banen opleveren. Hoofdstukje bedrijventerreinen. De heer Zwiers. Dat heeft natuurlijk betrekking ook op de bedrijvenregeling die aan deze bedrijven gehonoreerd is. En die hebben zich ook verplicht om daarmee het aantal FTE's te laten doen toenemen. Dus dat is denk ik de achtergrond van deze tekst. Dank u wel. Het hoofdstuk loopt tot bladzijde 23. Dus ik weet niet of er... Ja, de heer Mulder, PvdA. Ja, bladzijde 15. Indicatoren voor recreatie en toerisme. De vraag gekoppeld aan de tekst die aangeeft van... Ja, wij zetten in onze gemeente stevig in op toerisme. Maar in die indicatoren zie ik dat het aantal overnachtingen in onze gemeente eigenlijk stabiel is gebleven. Is daar een verklaring voor en... Wat gaan we nog meer doen om dat te verbeteren? Ook wethouder Zwiers. Nou, ik weet niet of wij zelf daar heel veel aan kunnen doen. We hebben in ieder geval zojuist besloten dat we de toeristenbelasting op hetzelfde niveau houden voor volgend jaar. Dus dat is al een mooie. Maar ik weet niet of daardoor het aantal overnachtingen zal toenemen. In ieder geval is het zo dat toerisme natuurlijk niet alleen bestaat uit overnachtingen, maar ook uit dagrecreatie. Waar we natuurlijk op basis van evenementen wel aandacht voor hebben. Het aantal overnachtingen, dat kan per jaar wel eens wat fluctueren. Dat kan te maken hebben met weersomstandigheden, maar ook met verbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld op het Alderholt. En dan zie je toch dat er af en toe een daling kan ontstaan. Ook op de Huttenheugde hebben we wat minder overnachtingen gehad, volgens mij in de afgelopen periode. Daar gaan ze de komende jaren waarschijnlijk toch flink investeren. Dat heeft al eens wat van in het nieuws gestaan. Wij willen ook graag met vitale vakantieparken aan de slag in Coevorden. Dus ook daar zit nog wel een belangrijke opgave voor ons. Dus we doen er alles aan, denk ik, met elkaar om te zorgen dat we een aantrekkelijke gemeente houden. Tot slot, de binnenstad is natuurlijk ook onderhanden, zoals dat heet. En daar willen we ook natuurlijk meer toeristen naartoe halen. Dank u wel. Stabiel aantal overnachtingen met een stabiel toeristenbelastingtarief. Verder nog vragen tot bladzijde 23. Ja, meneer Mulder. Ja, pagina 19. De inzet op cultuureducatie. De vraag is of dat geleid heeft tot meer gebruik
van scholen, van het cultuuraanbod en hoe zijn de verwachtingen hieromtrent? De heer Huizing. Of dat tot meer gebruik heeft geleid durf ik niet te zeggen, want dat gebruik dat was al behoorlijk hoog. Wat ik wel merk is dat wij ieder jaar krijgen we ook een overzicht van hoe staan scholen ook als het gaat om de aandacht die ze besteden aan cultuureducatie. En daar merk je dat in ieder geval de stijgende lijn daar ook gewoon nog steeds in zit. En dat er dus op veel scholen gewoon echt structureel aandacht is voor cultuureducatie. Dus volgens mij is op dat punt zit er gewoon in de goede trend. Mevrouw Driaas. Ook pagina 19, daar wordt aangegeven dat in december 2017, even kijken, alle kinderopvangpartijen en het overgrote deel van de basisscholen het convenant logo 3000 hebben ondertekend. Nou, denk ik dat het overgrote deel niet betekent dat alle scholen dat hebben gedaan. Dus hoeveel scholen hebben dat niet gedaan en waarom niet? Hij is bijna technisch, maar misschien bij de heer Huizing toch een antwoord. Nee, ik heb het lijstje eventjes niet paraat. Ik kan u het overzicht wel laten zien, want het grote bord staat nog op mijn kamer met alle scholen die hebben ondertekend. Dat zijn inderdaad echt heel veel scholen. Waarom sommige scholen niet hebben gedaan, ik heb voor de ondertekening, omdat ik het zelf ook erg jammer vond, heb ik bij een aantal scholen nog eens navraag gedaan. En daar was bij, daar gaven een aantal scholen gewoon aan van ja, eigenlijk is dit... heeft bij ons niet de aandacht gekregen die het zou moeten krijgen. En wij willen kijken of we in een later stadium alsnog kunnen aansluiten. Volgens mij ligt er een geweldig iets, dat logo 3000. Ik zou zeggen, ik denk dat iedere school hier gewoon mee aan de slag moet. Net als alle kinderopvangpartijen. Want dat betekent echt iets voor de taalontwikkeling van kinderen. Dank u wel. Ja, heer Roedemaker, u mag ook nog terug in bladzijde, hoor. Dank u zeer. Dat wilde ik inderdaad ook doen. Ik wil een opmerking maken over de indicator 1.4, het terugbrengen van regelgeving. En dan gaat bladzijde, het over, op bladzijde 15. Ja. Dan gaat het over het terugbrengen van het aantal verordeningen. En dan vraag ik me af in hoeverre dat een speerpunt is als ik zie dat dat terugbrengen niet gelukt is, omdat het van 80 in 2015 naar 83 in 2016 en in 2017 naar 85 gegaan is. In hoeverre kunnen wij daar een bijdrage aan leveren om daar iets aan te doen? Of in hoeverre is dit een speerpunt van het college? Voorzitter, als het mag. Ja. Het was in ieder geval bij het opstellen van het bestuursprogramma waar dit de verantwoording van is, was het wel even een speerpunt. Misschien leest u uit de cijfers ook wel af dat we gaandeweg ook wel op hetzelfde soort vragen terecht zijn gekomen als dat u zelf ook al non-verbaal laat blijken. Soms is de vermindering niet de verbetering. Ik durf inderdaad wel uw conclusie te bevestigen. Dat er inderdaad naarmate de tijd verstreekt niet echt veel werk meer is gemaakt. Nadat in de eerste jaren, bijvoorbeeld kijk even naar onze eigen APV, een behoorlijk aantal artikelen consequent geschrapt is geworden. En de regulering dus wel degelijk aan de orde was. Toevallig hadden we vandaag een gesprek over iets wat er misschien bij zou moeten. En een stukje extra regelgeving ons echt zou kunnen helpen. Dus dat is een beetje de inkleuring van de cijfers. Dank u wel. Misschien het aantal wel toegenomen, maar de regels daarin misschien wel weer afgenomen. Zo interpreteer ik hem dan maar even. Tot bladzijde 23 nog vragen. Niet, dan gaan we door naar het andere subhoofd. Volgende subhoofdstuk, werk, jeugd en zorg. Paragraaf 2.2. Meneer Heling, CDA. Ja, het gaat over bladzijde 29. Dat staat onder het kopje preventie. En dan... ICARE, GGD en maatschappelijk werk Koevoorde hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld. En dan is de vraag, waarom is het onderwijs daar dan niet rechtstreeks bij betrokken? De heer Huizing. De visie is inderdaad ontwikkeld op eigen initiatief van de drie partijen die u noemt. De partijen in het vakjargon voorliggend veld. Die hebben daar ook voor gekozen om dat vooral met z'n drieën te doen. Dat wil niet zeggen dat zij niet ook zien dat onderwijs een heel erg belangrijke rol speelt.
Maar de visie is vooral vanuit deze drie partijen. Dat betekent dus ook dat ze met z'n drie al gekeken hebben van hoe gaan wij nou bepaalde dingen hier in de gemeente aanpakken. Volgens mij is het heel erg goed. En is de vervolgvraag als je dan echt in de praktijk gaat brengen, ja, daar komt onderwijs komt daar gewoon bij. Dat is niet alleen voor mij vanzelfsprekend, maar ook voor die partijen. Dank u wel. Mevrouw Driehuis-Pak. Dat betreft pagina 34, de taakstelling beschut werken. Daar staat dat wij voor 2017 5 plaatsingen hadden moeten realiseren. Dat er indicaties zijn aangevraagd bij het UWV, maar dat het UWV geen positieve beschikkingen heeft afgegeven. Mag ik daaruit concluderen dat die doelstelling dus niet behaald is? Hoe gaan we dat in 2018 wel behalen? Wat doet de gemeente daaraan en waarom geeft de UWV geen indicaties af, positieve indicaties af? U mag concluderen dat we de doelstelling voor vorig jaar niet gehaald hebben. Dit jaar gaan we hem naar verwachting wel halen. We zitten nu op de helft van het jaar en we zijn al over de helft van de aantallen die we zouden moeten halen. Als ik u dat moet verklaren waarom dat in het vorig jaar niet gehaald is, dan ligt het volgens mij vooral in het beeld wat wij hebben van cliënten en de regels voor indicaties die het UWV hanteert. Dat hebben we nu redelijk op elkaar af weten te stemmen. En ik verwacht ook, dat we dit jaar ook onze taakstelling zullen halen. Belangrijker vind ik nog van taakstellingen dat we de mensen die het betreft op een goede plek aan het werk kunnen krijgen. Dus als het een paar meer zijn, vind ik ook prima dat we die mensen maar helpen. Ja, een aanvullende vraag, mevrouw Driehuis. Dus ik begrijp het goed dat u dus actie onderneemt samen met het UWV om te zorgen dat er in ieder geval wel indicaties of de juiste manier indicaties worden afgegeven. En is het de 5 plaatsen die we in 2017 dan zeg maar niet hebben ingevuld, zijn die dan doorgeschoven naar 2018 en zijn die erbij gekomen of is dat dan vergeten? Nee, we hebben ze gewoon niet ingevuld. Dat schuift niet op. We hebben gewoon een nieuwe taakstelling voor dit jaar. En de consequenties van het niet halen, om uw vraag voor te zijn, die heb ik nog niet in beeld. Die weten wij ook nog niet. En die zullen we dan ook nog even af moeten wachten. Dank u wel. Verder over paragraaf 2.2, de heer Mulder, PvdA. Ja, aangaande preventie op pagina 29... de gemeente die zet zich in voor armoedebestrijding. Kan de wethouder ook aangeven of voldoende middelen worden ingezet om dit resultaat te bereiken? We zouden het jammer vinden als deze middelen teruggaan naar de algemene reserve. Die middelen moeten echt terechtkomen bij de kinderen die het nodig hebben. Ja, voorzitter, het gaat natuurlijk niet alleen om kinderen, het gaat ook om gezinnen. Ik onderschrijf natuurlijk zeer van harte wat de heer Mulder ook zegt. Wij hebben vorig jaar een aantal acties ondernomen. Maar wat we ook vooral gedaan hebben is een zorgvuldige voorbereiding voor dit jaar en voor de komende jaren, zodat structureel de gelden die wij beschikbaar hebben ook ingezet kunnen worden. Daarbij zijn wel opgemerkt dat we de extra gelden voor de komende 3 jaar krijgen. Dus dat is zo'n 50.000 extra per jaar. En dat is wel voor de komende 3 jaar. Dus we zullen ook rekening mee moeten houden dat we structureel een aantal acties moeten ondernemen die we ook zelf structureel kunnen financieren. Vorig jaar hebben we een aantal acties ingezet, zoals u net ook al een besluit hebt genomen over de verordening. Zo hebben we met Domesta en Woonservice Drenthe hebben we een inkomens en een de mensen ondersteund bij het zoeken naar de juiste leveranciers voor elektra wat goed bij hun past en andere leveranciers. We hebben de collectieve ziektekostenverzekering met u afgesproken. Zo hebben we een heel aantal acties ondernomen. Dit jaar zullen we zeker ervoor zorgen dat kinderen heel nadrukkelijk aan de bak komen. We krijgen ook een zomerpakket. We zullen ook dat kleding en leermiddelen goed op orde zullen zijn. Zodat kinderen, los van hoe ouders zich gedragen met de financiën, daar in ieder geval niet de dupe van worden. Dus die uitvoeringsmaatregelen krijgt u na de zomer van mei in de raad. En dan kunnen we daar met u
verder over van gedachten wisselen, maar het is nadrukkelijk de bedoeling om de budgetten die bedoeld zijn voor armoedebestrijding en met name voor de kinderen, om die ook op die manier in te zetten. Dank u wel. Jazeker, mevrouw Vistering, VVD. Graag even een aanvullende vraag erop. Wat bedoelt u dat u de uitkomsten aan ons laat weten? Zijn dat, heeft u nu een heel duidelijke doelstelling voor ogen om welke getallen het gaat? En heeft u voor ogen welke doelstelling u dan na de vakantie daarmee wilt behalen? We zullen u de plannen presenteren zoals we die voor de uitvoering van ons minimabeleid door zullen voeren. En dan kunt u daar zich een mening over vormen. Wordt voorgelegd, hoor ik de wethouder zeggen aan de gemeenteraad. De plannen voor 2019 en verder. Ja, dank u wel. Verder nog vragen over te... Ja, meneer Hoedemaker. Dank u wel. Op pagina 23 geeft u aan dat in totaliteit de instroom van inwoners in de bijstand lager is dan de uitstroom. Kunt u ook aangeven waar dat door komt? De heer Brink. Allereerst zou ik zeggen, we doen altijd een goede inspanning om deze mensen weer in op de arbeidsmarkt een goede plek te geven. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantrekken van de economie. De werkgelegenheid is duidelijk gestegen. Dat maakt dat het doorzakken van de WW naar de bijstand een stuk is verbeterd. Het maakt het... dat we het aantal uitkeringen ook minder is geworden en het aantal klanten van de sociale dienst ook duidelijk minder is geworden. En dit jaar duiken we zelfs op een historisch laagtepunt, gelukkig. Positief laagtepunt. Meneer Hoedemaker, nog een vraag. Ja. Ja, want dat klinkt heel mooi. Dus de reden is dat mensen een baan vinden. De reden is dat mensen een baan vinden. Oké. Niet dat ze niet meer kwalificeren voor de bijstand. Of dat ze naar elders gaan verhuizen. Ik wist niet dat je je voor de bijstand kon kwalificeren. Maar... Dus nee, soms gaan de mensen verhuizen. Dat zit, als u de jaarcijfers ziet, dat gebeurt dat natuurlijk altijd. Soms zijn er andere redenen. Maar de hoofdreden is toch wel dat mensen een baan vinden. Dank u wel. Mevrouw Driehuis zag ik ook nog niet meer. Nee. Hoofdstuk 2.2. Ja, meneer Mulder. Ja, net bij agenda punt 10 heeft de heer Stoke al een vraag gesteld over het bereiken van laaggeletterden. Nu staat op pagina 30 dat de gemeente een taalpunt heeft ingericht. Onze vraag is even, wat heeft de gemeente gedaan om daar bekendheid aan te geven? En hoe zijn deze laaggeletterde mensen benaderd? Heer Huizing. Ja, het benaderen van laaggeletterde mensen was het maar zo eenvoudig. Want het grote probleem is natuurlijk dat je vaak niet weet waar mensen die vaak minder goed kunnen lezen en schrijven, waar die te vinden zijn. Wat we hebben gedaan is vooral daarop op diverse manieren op inzetten. We hebben daar ook hulp bijvoorbeeld gehad van de media om het onderwerp vooral te agenderen. Daar proberen we zelf ook van alles op te gaan doen. Komende september willen we daar ook nog weer tijdens de week van de alfabetisering samen met onze buurgemeente extra aandacht voor vragen. Het probleem onder de aandacht brengen van werkgevers. Onze sociale teams die moeten het uiteraard weten. Gisteren hadden we een gesprek met de adviesraad Sociaal Domein en dan ging het over de invulhulp. En daar werd gelukkig ook meteen aangegeven dat als daar mensen komen die hulp nodig hebben, omdat ze gewoon niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Dan worden ze ook meteen verwezen, dat klinkt er weer zo zwaar, maar in ieder geval geïnformeerd over het bestaan van het taalpunt, die hem misschien een stapje verder kunnen helpen. Dus ze proberen op allerlei mogelijke manieren de mogelijke doelgroepen te bereiken. Dank u wel. Kunnen we door naar het volgende hoofdstuk? Nee, u hebt nog een vraag, meneer Mulder. Pagina 31 gaat over grensoverschrijdende banen. De doelstelling was om er minimaal 10 te realiseren. Dat is door verschillende redenen niet gehaald. Met onze inspanning op het Europark, wat kunnen we daar nog meer aan doen? En ja, welke acties kan de wethouder daarvoor benoemen? Heer Brink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben de 10 personen niet gehaald. En dat kun je negatief of positief labelen. Want aan deze kant van de grens hebben mensen het werken wel gevonden. Aan de andere kant zouden we heel graag willen dat in onze grensregio, de economie en de arbeidsmarkt zich zou ontsluiten over die grens heen. Zodat het normaal is om te ondernemen in Duitsland en Nederland en dat het normaal is om te werken in Duitsland en Nederland. Dan nemen we op strategisch niveau een aantal acties voor. Dat doet onze burgemeester. En op praktisch niveau, waar ik me mee bezig hou, is hoe we bemiddelen de mensen die graag een baan willen. En dat blijkt ook uit hoe we proberen om nu de werving in gang te zetten. We hebben hier met een aantal bedrijven afgesproken dat we altijd ook in Duitsland werven. En met een aantal bedrijven in Duitsland dat die ook altijd in Nederland zullen werven. We proberen dus echt die grens voor wat betreft de arbeidsmarkt en de economie en het ondernemerschap te laten vervagen om de Europese gedachte die Koevorden zo dierbaar is, om die ook in de praktijk vorm te geven. Dank u wel. Verder nog vragen over hoofdstuk 2.2. Gaan we door naar hoofdstuk 2.3. Ruimte en leefomgeving, dat loopt tot bladzijde 52. Wie heeft daar vragen over? Niemand. Ja? Mevrouw Siele. Dank u wel. Ik heb een vraagje over de woonvisie. Er wordt aangegeven dat we moeten anticiperen op de verwachte huishoudensafname en de verandering in de samenstelling van de huishoudens. Dat heeft ook een reductie van het aantal nieuw te bouwen woningen tot gevolg. En dan was ik bij het Krimcafé en dan was de heer Swiers ook. En daar werd toch in de cijfers aangegeven dat het aantal inwoners wel daalt, maar dat het tot en met 2030 het aantal huishoudens nog stijgt. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe dat te rijmen valt met de woonvisie. Heer Swiers. Nou, in de eerste plaats blijven er nog voldoende bouwmogelijkheden over. Want we hebben niet tot nul gereduceerd. Hè. Er kunnen nog steeds honderden kavels bebouwd worden in onze gemeente. En daarnaast hebben we ook in de binnenstad nog wel iets toe te voegen. Waarbij we misschien later nog moeten gaan slopen. Ook dat is denk ik wel bekend. Zeker als het om de binnenstad gaat. Hè. Dan weten we dat daar een andere wind gaat waaien als het om woningbouw gaat. Althans, die kans is aanwezig. Dus dat is eigenlijk het antwoord op uw vraag. Het is heel goed te rijmen, want we hebben er wel 600 afgeboekt. Maar ik denk dat tot 2030 dat bijna niemand gaat merken. Dank u wel. Verder over ruimte en leefomgeving. Ja, meneer Mulder. Pagina 43, stationsomgeving. Er wordt geschreven dat wij de aanbestedingsfase zijn ingegaan. Daar is natuurlijk ook een budget afgesproken. En nou, overal om ons heen horen wij berichten van ja, de prijzen lopen op. En hebben wij als gemeente in de greep om binnen budget te blijven? Welke acties neemt u daar omtrent? Centrumvisie, dus ja, en het is een beetje financiën. Meneer Swiers of meneer Huizing? RSP. RSP. Ja. Heel goed. Ja, tot nu toe alle aanbestedingen. Ze zijn niet allemaal voor het geraamde bedrag gegaan. Maar gelukkig hebben we aan de ene kant soms de plusjes en aan de andere kant de minnen. En over het algemeen het beeld qua aanbestedingen is nog steeds dat wij binnen budget gaan blijven. En daar, nou ja, u gaf in uw toelichting al aan dat de prijsontwikkeling wel dusdanig is dat dat geen garantie is. Dus wij zijn tot nu toe heel tevreden met hoe dat gaat. En inmiddels is een vrij groot deel is dan aanbesteed. Dus dat het lijkt op dit moment alleen maar positief. Maar volgens mij voordat de laatste steen gelegd is, laten we die balans nog niet helemaal opmaken. Maar het beeld is tot nu toe positief. Dank u wel. Verder nog, ja, mevrouw Driehuis. Pagina 47, de NAM herafweging productiewater Schonebeek. Wat wij ons afvroegen is er vanwege het overigens terechte verzet in Overijssel ook concrete aanwijzingen dat men dit water nu in Drenthe wil injecteren en dan ook in onze gemeente? Meneer Huizing.
Nou, in onze gemeente zijn in ieder geval in het rapport zijn alternatieve locaties aangewezen. En ik moet even heel diep graven, maar de eerste inzet is om, om door te gaan met de injectie in Twente. Maar daar weten we dat als de oliewinning nog enige tijd doorgaat, dat daar de opslagcapaciteit niet voldoende zijn. En dan zijn de alternatieve voormalige gaswinningslocaties zijn dan vooral zijn in beeld. En daarvan zijn ook locaties in onze gemeente. Voordat zover is, moeten nog wel, heel wat water gaan stromen. Letterlijk moeten nog heel wat afvalwater of productiewater, hoe het ook wat noemen, moeten nog gaan stromen. Maar daar zijn nog wel behoorlijk wat procedures aan verbonden. Ik heb ook nog geen indicaties over termijnen of dat soort zaken. Dank u wel. Ja? Aanvullend. Ja. Kunt u zeggen om welke locaties het dan hier in deze gemeente gaat? De Huizing. Nee, het zijn er meerdere, want we hebben gewoon een nou ja, u kent de bodem waarschijnlijk net zo goed als ik. Daar zitten nogal wat voor gaswinningslocaties. En de specifieke, ik weet in ieder geval dat bij Dalen, dat die in het verleden al gebruikt is om te vullen. En dat die tot een nok toe gevuld is. Overigens zonder problemen ook daar. Dus daar, dat zal niet in beeld zijn, maar we hebben er zoveel. Exact kan ik het u niet aangeven. Dat zal ook gewoon per gasveld gekeken moeten worden van kan het gasveld het aan en wat zijn de gevolgen voor de omgeving. Dus dat zal eerst bestudeerd moeten worden. Dank u wel. Verder nog over hoofdstuk 2, 3. De heer Mulder. Pagina 45 gaat over de N34. De verbreding daarvan. Mijn vraag is even aangaande duurzaamheid en de relatie of betrokkenheid tot de provincie. Die provincie voert de studie uit en wij participeren. Maar zijn er ook mogelijkheden om een koppeling te maken van het onderzoek N34 naar het verbeteren van de leefbaarheid in Dalen? Heer Huizing. Leefbaarheid is een heel breed begrip. Hè? Wat daar vooral wordt gedaan, en u geeft terecht aan, de provincie is de opdrachtgever. En wij zijn heel blij met de verdubbeling, omdat die primair tot doel heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming. En dus bereikbaarheid van Coevorde te verbeteren. Dus dat is heel goed. Wat gewoon mee wordt genomen is dat wanneer er sprake is van een verslechtering van de leefbaarheid, ja, dan zijn er gewoon wettelijke verplichtingen om die aan te pakken. Voor andere geluidweerde maatregelen die niet op dit moment niet noodzakelijk zijn en waar de situatie ook niet verslechtert, daarvoor ziet dit project niet in. Dank u wel. Mag ik een aanvullende? Ja. Kunnen wij ons niet verder uitstrekken als gemeente? Want er zijn nou behoorlijk wat initiatieven rondom duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen, waarvan ik denk dat we daar best wel kansen voor juist koppelingen aan dorpsinitiatieven kunnen realiseren. Ik denk dat daar toch wel een opgave ligt. En misschien kunnen we daar de provincie ook in stimuleren om daar meer mee te doen. Ik vraag me nog even af wat de verbinding is met het jaarverslag. Dus laten we daar wel even proberen verbinding mee te houden. Het is een verslag over het afgelopen jaar en anders gaan we te veel. De heer Mulder heeft mij wel heel nieuwsgierig gemaakt, maar volgens mij laten we de rest van de vergadering niet belasten en daar straks nog even over hebben. Is goed. Verder nog vragen over dit hoofdstuk? Ja, mevrouw Driaas. Nou, niet direct een vraag, maar ik meld bij deze de heer Hoedemaker even af. Die is in het ziekenhuis gegaan. Dat is een minder prettige boodschap. Goed. Niet goed, natuurlijk. Maar wij gaan door met hoofdstuk 2.4. Openbare ruimte. Vragen. Ja, de heer Heiling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Het gaat over bladzijde 62, over het zogenaamde windmolencompensatiefonds.
Wat voor energie heeft de gemeente gestoken om dit fonds te gebruiken, waarvoor het geld bedoeld is? Wie kan ik daarvoor het woord geven? De heer Huizing, wethouder Huizing. Ik ben even aan het bladeren, voorzitter, want volgens mij zijn er twee compensatiefondsen. Er is er eentje voor de een compensatie voor de windmolens die op dit moment waarvoor de, hoe moet ik dat zeggen, de bestemmingsplanprocedures zijn doorlopen, de vergunningen zijn verleend, maar die nog onder de rechter zijn. Nou, daar is uiteraard, er zijn afspraken wel gemaakt, ook tussen ontwikkelaars en bewonersplatforms, over hoe dat verdeeld zou kunnen gaan worden. Nou, daar hebben wij vanzelfsprekend nu nog niks mee gedaan, want die gelden komen pas vrij op het moment dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van ontwikkeling. En waar deze tekst, ik heb het nog niet gevonden, maar waar die volgens mij over gaat, is een incidenteel bedrag wat beschikbaar was voor een al geplaatste windmolen. En daar hebben wij geprobeerd om gesprekspartners te vinden om die gelden ook in de omgeving weggezet te krijgen. Ja, en helaas hebben wij moeten constateren dat daar niemand dat op zich wou nemen om daar een gesprekspartner voor te zijn. Dus hebben we op basis van de regels zoals we die met uw raad hebben afgesproken, helaas nu moeten concluderen dat dat dan teruggaat in de algemene reserve. Aan welke gesprekspartners moeten we dan denken? Nee, dat zijn, zoals u weet, kijk, dat is weer het al geconstateerde verschil tussen de dorpen en de wijk in Koevoorde. Dat in de dorpen wij vaak plaatselijk belang als gesprekspartner hebben. En in de stad niet iedere buurt- en speeltuinvereniging erop zit te wachten om ook dit soort punten, of ook om voor dit soort onderwerpen gesprekspartner te zijn. En we hebben daar nog pogingen ondernomen om dan te kijken of we op een andere manier met een afvaardiging van inwoners in gesprek kunnen komen. Maar dat is helaas niet gelukt. En wat gaat er nu met geld gebeuren? Het gaat naar de reserve. En daar is het, denk ik, keurig opgeborgen. En volgens mij ligt daar nog steeds de gedachte. Ja, u gaat daarover, dus dat is daar keurig netjes zitten. Nee, maar ik voel dat, en ik weet dat wel gedeeld wordt, dan nog steeds wel van op het moment dat wij een goede besteding krijgen die ook gerelateerd is aan de gevolgen van het plaatsen van molens daar uit de buurt. Ja, dan zullen we wel met een voorstel moeten komen om te onttrekken. Maar dan denk ik dat daar een gegronde reden voor is. Dank u wel. Het is een reserve, het is nog niet weg. Aanvullend nog? Ja, nog één vraag. Het is dus wel geoormerkt geld? Nee. Het zit nu echt in de algemene reserve, dus het is vrij besteedbaar geld. Ja. Dank u wel. Het is niet in de bodemloze put gegaan, hoor. Het zit gewoon keurig in de algemene reserve. Net als andere euro's die daarin zitten. Bladzijde 62 stond daar trouwens onder het kopje milieu. Incidenteel voordeel 70.000 euro. Verder nog over hoofdstuk 2.4, de heer Mulder. PvdA. Ja, nog even een aanvulling op de vragen en antwoorden die net werden gegeven. We hebben toch recent ook nog ingekomen stukken gehad waarin ook suggesties worden gedaan. En wij weten ook vanuit de wijk dat daar bijvoorbeeld wordt gevraagd om de wal daar weer te verhogen omdat die gewoon ingezakt is. Dan denk ik van ja, dat geld kan zo besteed worden. Dus ik wil toch vragen om daar met de wijk over in gesprek te gaan. Wethouder Huizing. Ja, dat is een van de punten die genoemd is. En daar waren wij inderdaad heel graag over in gesprek gegaan. En dit punt wordt met name vanuit de bewoners uiteraard aan de buitenrand wordt het aangegeven. Als de wijk het erover eens is dat een goede besteding is van het geld, ja, graag. Volgens mij moeten we dan kijken hoe we dat kunnen gaan bekijken. Of hoe we dat kunnen gaan inzetten. Maar dat kan dan dus niet meer het geld zijn zoals we dat geoormerkt hadden. Maar dat zal dan via een apart voorstel uit de reserve moeten komen. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, pak. Terug naar pagina 59, met betrekking tot het klimaatbeleid.
Is al bekend wanneer wij de uitkomsten van de interactieve sessies met alle partijen over de klimaatagenda kunnen verwachten? Meneer Huizing. Mijn beeld was eigenlijk dat uw raad dat al heeft. Ja, dat staat mij ook voor ogen, dat we die uitkomsten al hebben. Maar zo niet, kan dat op zeer korte termijn nogmaals met u gedeeld worden. Dus druk op de knop. Dank u wel. Nou, er is op deze manier toch weer aandacht voor. Ja, absoluut. Vragen nog over hoofdstuk 2, 4, meneer Mulder, PvdA. Ja, uit de indicatorentabel, bladzijde 52, blijkt veel vertraging. Dit lees ik niet terug in de bestuurlijke samenvatting. Kunt u daar iets meer toelichting over geven, over die vertraging? En het effect daarvan. U bedoelt bladzijde? 52. Dan hebt u een andere bladzijdeindeling als ik. Hopelijk wel hetzelfde jaarverslag. Maar... Ja. Sorry, pagina 55. Doen we er 3 bij. En welke hebt u het dan over? In algemene zin, dat de indicatoren zijn allemaal rood. Onder riolering bedoelt u? Ja, en in de tekst staat dan... Eigenlijk weinig over uitgelegd waarom daar zoveel vertraging is en wat het effect daarvan is. Heer Huizen, wijkt af van de planning. Ja, het wijkt af van de planning en dat is niet in die zin dat het eerder is dan gepland, maar later inderdaad. Gelukkig zijn ze allemaal in uitvoering en eigenlijk in algemene zin voor de projecten die daar staan. Overigens, correctie op mijn eerste zin. Oost-Resselen, de Wan en de Boerhoorn zijn nog niet in uitvoering, maar zitten in de voorbereiding. En de reden dat ze wat later uiteindelijk worden afgerond dan de planning was, is dat we vooral meer energie hebben gestoken in de voorbereiding. Nou, dat hebben we ook ervaren dat dat wel goed is om in de voorbereiding, ook vooral in het meenemen van inwoners, om daar nog meer energie in te steken dan er al in gestoken moest worden. Dus dat voortraject dat heeft gewoon wat langer geduurd. Dat heeft overigens verder geen financiële consequenties. En de projecten worden ook gewoon allemaal straks netjes afgerond. U hebt uw verklaring. Verder nog vragen over 2.4? Niet. Dan gaan we door naar 2.5, bestuur en organisatie. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel. Kopje stedenbanden. Daar wordt aangegeven dat ook bij Bres gaat het vooral over het railgoederenvervoer en de logistiek. Maar er komen ook andere onderwerpen te sprake en wij waren wel benieuwd welke onderwerpen dat dan waren. De heer Bouwmeester. Ik voel me bijna genegen om een citaat te gebruiken wat zojuist passeerde. We hebben nog niet zo heel lang geleden natuurlijk de tussenevaluatie op tafel gehad. En daar stonden ook wat andere duidingen in over de onderwerpen waar het over gaat. Vorig jaar, daar blijkt wel onder andere uit dat vorig jaar waar dit verslag over gaat, het aantal contacten overigens niet heel uitgebreid is geweest. Dus verwijzing naar het eerder ontvangen stuk daarover. Pak. 2.5, bestuur en organisatie verder. Gaan we door naar 2.6, financiering en dekkingsmiddelen. Niet. Hoofdstuk 3, die zou ik willen proberen in één keer. Geen vragen. Hoofdstuk 4, stevig hoofdstuk. Ja, we proberen hem in één keer. De heer Holtis. 4.1, bladzijde 96, schiet op. We scoren op solvabiliteit geen groen, maar oranje. Niet schokkend, op zich heel goed. Maar gaat de wethouder toch streven naar een groene kwalificatie of wordt er een andere financiële beleidskeuze gemaakt? Yes, yes. Nou, wij denken dat dat niet nodig is.
Wij hebben eigenlijk gezegd, volgens mij is het een keer aangeroerd, maar ik weet het niet helemaal zeker, dat we tussen de 30% en 40% solvabiliteit ruim voldoende vinden in Coevorden. En dat heeft alles te maken met de risico's die wij zien in de balans van onze gemeente. En die risico's die zijn in de afgelopen 4 jaar behoorlijk afgenomen. En dat houdt voor ons in dat wij niet hoeven streven naar 50% eigen vermogen en dat wij eigenlijk ervoor gaan om zoveel mogelijk te willen investeren en het geld te besteden waar dat nodig is, waar het wenselijk is en waar we ook revenuen uit kunnen halen. Dus de oranje kleur is van de provincie, zeg maar? De oranje kleur is inderdaad, dit zijn de normen van de provincie die ons meegedeeld worden. En ja, ik denk dat we het verder goed voorstaan, maar we streven niet naar groen als het om de solvabiliteit gaat. Dank u wel. Verder vragen over hoofdstuk 4? Niet. Ja, meneer Holt is toch nog. 4.5 grondbeleid. Nou, op zich een helder verhaal wat daar staat. Ik vraag me alleen af hoeveel financiële risico loopt eventueel het grondbeleid van de gemeente. Met nog opbouwtreden waarbij private ontwikkelaars nog onderhandeld moet worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Ossahaar. En in het verlengde daarvan, hoe sterk is dan onze positie? Stel dat er in één keer een heel mooi willekeurig voorstel komt met een investering van bijvoorbeeld enkele miljoenen. Is dat dan bespreekbaar en hoe staan we er dan voor? Is wie eens? Ik leg even niet de relatie met de investering, maar als het gaat om de posities en de risico's, de grondposities, dan hebben we daar de accountant natuurlijk ook naar te kijken. En die wil er ook heel graag naar kijken. En dan komen we misschien ook helemaal niet aan. Maar die heeft daarin geconstateerd dat die risico's beperkt zijn. Of beperkter geworden zijn. Dat heeft natuurlijk niet in de laatste plaats te maken met de grote afwaardering die we al gedaan hebben. En als je afwaardeert, dan worden de risico's nog eenmaal ook kleiner. Dus ik denk dat we in onze grondposities, dat we ons daarin op dit moment, ik kan niet zeggen geen zorgen over te maken, maar dat we daarin een draagbaar risico lopen. En hoe dat precies gekwalificeerd moet worden en hoe dat uitpakt in de gesprekken met projectontwikkelaars, ja, daar kan ik nu op dit moment nog niet helemaal duidelijkheid over geven, want die gesprekken moeten nog over het algemeen plaatsvinden. En deel 2 van de vraag, hebt u daar dan ook antwoord op? Want ik hoorde iets van 2 vragen. Oké, dank u wel. Verder, ja, meneer Slob. Nou, even bij vervolg op dat onderwerp dan, want Holtis noemde specifiek Ossahaar. Mijn beeld is dat daar toch in ieder geval van een belangrijk stuk ook een bindende arbitrage op heeft plaatsgevonden. Dat klopt. De partijen waarmee we samenwerken, daar hebben we een arbitrage op gehad. En wij zijn wat dat betreft, wat ons betreft, in ieder geval goed uit elkaar gegaan. Want we hebben die arbitrage gewonnen destijds. Dank u wel. Verder over hoofdstuk 4. Geen vragen. Hoofdstuk 5. Proberen we ook maar eens even in één keer. Zullen we technisch vragen nu naarmate we verder in de jaarrekening doken en de bijlagen. Werden er ook minder vragen gesteld, dus vandaar toch maar de poging. Er is veel toelichting natuurlijk ook. Hoofdstuk 5 geen. Ja, de heer Holtis. Ja, ik heb ergens rond 167, bladzijde 167, wordt gesproken over de overschotten bij de WMO. Alleen komen nog steeds signalen van lange wachttijden voordat er besluiten of indicaties komen. En wij vragen aan de wethouder of hij inzicht kan geven in de huidige wachtlijsten, de gemiddelde looptijden van de aanvragen en of er een verbetering zichtbaar is. De heer Brink. Ik kan u wel inzicht geven in de wachttijden, maar die signalen bereiken mij nog niet. Dat die wachtlijsten, nou, maar we kunnen nu wel inzicht geven. Dank u wel, dat gaat dus nog gebeuren. Inzicht in mogelijke wachttijden bij de WMO. Ja. Oké. Hoofdstuk 5 niet meer verder. Hoofdstuk 6, de controleverklaring. En dan hebben we nog hoofdstuk 7, de bijlagen. Dat is volgens mij een apart boekwerk. Hebben we daar vragen over? Niet? Oké, dank u wel. Dan hebben we het
Agendapunt jaarverslag 2017, voorgesteld besluit het jaarverslag 2017 inclusief bijlagenboek vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van accountants. 3. Het voordelig rekeningssaldo van 3,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De reserve vierkant verwerkt herbenoemen naar de reserve Dutch Tax Zone. En 5. De reserve BDU, brede doeluitkering, te herbenoemen naar de reserve mobiliteit. Zijn er nog vragen over dit raadsvoorstel? Dan wil ik graag weten wat u ermee wilt. Bespreken, hamerstuk, nu bespreken, in de raad bespreken. De BBC zegt hamerstuk. Iedereen hamerstuk, niemand tegen, dan wordt dit toch een hamerstuk na een wat uitgebreidere bespreking. Dank u wel. En dan komen we nu aan, ja, of het college moet daar nog wat over willen zeggen, de portefeuillehouders niet, misschien wethouders Wiers. Wilt u nog iets zeggen, want anders gaat het straks zo in de... Nou, dus ik krijg net de opdracht, zeg wat. Zeg wat. Moet wel zin hebben. Dus ik ga nu wat zeggen. Zeg. Ja, ik ben blij met de kritische vragen die nog gesteld zijn, aanvullend op de technische vragen. We zijn natuurlijk ook trots met elkaar op het resultaat. Dat hebben we samen met de inwoners, maar ook met de raad samen bereikt. Koevoorde staat er goed voor. En ik denk dat we een hele mooie basis hebben om ook straks en kaderief, maar ook zeker naar de begroting in het najaar te gaan kijken met elkaar. Van hoe wij naar de toekomst kijken met elkaar. Dus ik ben erg tevreden ook met de cijfers. En ook blij met het feit dat we het als een hamerstuk door laten gaan. Dank u wel. Nou, ik denk dat ik als voorzitter van de auditcommissie ook wel mag spreken en ook aanwezig bij technisch vragen nu, dat de complimenten ook uitgaan naar de gemeentelijke organisatie voor het hele traject en de begeleiding daarin. Tenminste, ik neem aan dat ik dat namens de raad wel mag zeggen. Het is daar ook gezegd, maar dan zei het ook hier nog even gezegd, ook via u als verantwoordelijk portefeuillehouder. Ik stel voor dat we de W inzetten, voorzitter. Vooral met die hele lage stem, dat klinkt heel enthousiast, ja. Goed, wij hebben nog een paar agendapunten te doen, waaronder agendapunt 14, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken de kaderbrief 2019 en het voorgestelde besluit de kaderbrief vast te stellen. Nu mogen daar natuurlijk nu ook gewoon beleidsmatige vragen over gesteld worden, dus daar geef ik de gelegenheid voor. Meneer Gitsma, CDA. Ja, voorzitter, in aanloop naar de algemene beschouwingen van volgende week hebben wij de behoefte aan om het speelveld even helder te krijgen. En ik heb erover twee vragen. Onlangs kregen wij treurige bericht dat Coevorde, als het gaat om de woonlasten, de duurste gemeente van Drenthe is geworden. Het CDA heeft deze positie nooit geambieerd. Wij waren altijd erg tevreden met een plaats midden in het peloton. Tour de France komt eraan. Het is een goede plek, want Coevorde heeft niet minder, maar ook niet meer te bieden dan andere gemeenten. Daarom twee vragen. Vindt u het gezien het overschot in het afgelopen jaar en de gezonde balans geen goed moment om alle inwoners van Coevorde te laten profiteren van de goede economische ontwikkelingen? En vindt u het niet redelijk dat wij ons, als het gaat om de woonlasten, weer laten afzakken naar het midden van het peloton? Want dat waren ooit onze ambities. Wethouder Swiers, denk ik. Nou, het is altijd goed om een speelveld te verkennen. Maar ik denk dat u dan nog even iets verder moet verkennen als ik u een advies mag geven. Want dan zou ik ook willen vragen om eens even te kijken in hoeverre of het resultaat nu incidenteel of structureel is. Dat zou ik eerst eens willen teruggeven. En als advies om daar eens even naar te kijken. Ik wil het ook voor u doen. Dus dat is ook geen probleem. Dan leveren we dat nog aan. Maar ik denk dat dat wel een belangrijke zaak is om te weten hoeveel begrotingsruimte we feitelijk ook hebben. Dus alleen maar simpelweg naar een resultaat kijken, zonder het te analyseren, is denk ik wat lastig. Dus daar zullen we met elkaar misschien nog wat energie in moeten steken. En natuurlijk zijn wij niet trots op dat wij koploper zijn. Absoluut niet. Maar als we even teruggaan 4 jaar geleden, dan weten we waar we vandaan komen en dan weten we waar we het voor gedaan hebben. En dan weten we ook waar we nu staan.
En dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is voor al onze inwoners in deze gemeente dat we die maatregelen destijds met unanimiteit zo ongeveer genomen hebben. En dat we van daaruit nu een hele sterke positie hebben om naar de toekomst te kijken. En ik denk dat dat veel waardevoller is dan nu een tientje teruggeven per huishouden. Dank u wel. Verder nog vragen, de heer Slomp? Ja, dank u wel. Nou, dat sluit wel aan bij op wat de heer Geertsma ook brengt, denk ik. Als ik naar het, bijvoorbeeld naar het raadsvoorstel kijk en het actualisatie meerjarenperspectief. Als wij dan kijken wat we de afgelopen jaren hebben overgehouden, toch nog steeds 5, 6 miljoen. Als we de accrei-ontwikkeling bekijken, en dan komen we in 2022 niet verder dan een begrotingsruimte van 2,3 miljoen zoals die hier staat. Als ik de jaarresultaten en de uitzetting van het accrei bij elkaar optel, kom ik aan een ruimte van 8 miljoen. En daar zit heel veel tussen. Als ik dan kijk dat wij het afgelopen jaar op de bedrijfsvoering meer dan 1 miljoen hebben overgehouden, waarvan 500.000 in een structureel resultaat op lonen, dan vragen wij ons heel erg af hoe scherp en hoe reëel is deze begroting. Meneer Zwiers. Nou, dan wil ik toch wel graag nog even een vraag terug zijn. Wat bedoelt u daar precies mee? Hoe scherp is deze begroting? Dat er veel lucht in zit. Dat er veel begrotingsruimte in onze beleving toch als het ware wegbegroot wordt. En wij snappen die financiële behoedzaamheid gezien het verleden, hè, zoals u dat ook schetst. Ja, die snappen wij deels wel. Maar in onze beleving is dit wel heel erg behoedzaam. En vanuit die gedachte snap ik de opmerking van de heer Geertsma ook wel. Nou, vooropgesteld dat wij natuurlijk heel graag een plek in dat peloton willen, in de middenmoot. Maar dat is denk ik de discussie die we nog moeten gaan voeren. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk wel bepaalde regels met elkaar afgesproken hoe wij de begrotingsoverschotten verwerken in onze meerjarenplanning, meerjarenbegroting. Daar hebben we ons op deze manier ook aan willen houden. Met als resultaat datgene wat u nu leest. En dat betekent inderdaad dat er best wel begrotingsruimte is. Maar ik blijf erbij dat we moeten kijken naar hoe wij het onderscheid maken tussen structureel en incidenteel. En als we dat gedaan hebben, dan kunnen wij met elkaar een prima discussie voeren. Volgens mij over, ook richting begroting, over wat wij gaan inzetten in de komende jaren. Dus ik zeg niet dat we niet moeten investeren. Ik wil wel behoedzaam blijven. Maar ik zeg ook niet dat er geen ruimte is. Nee, er is wel degelijk ruimte voor ons met elkaar om goede dingen te doen en om stevig te investeren. Dank u wel. Aanvullend. Nou ja, maar die lonen is een mooi voorbeeld. Hè. Dat is structureel een 500.000 wordt verklaard uit. We hebben jong personeel in dienst. Ja, volgend jaar hebt u ook nog jong personeel in dienst. En het jaar daarop ook. Dat is gewoon structureel effect volgens mij. En toch wordt dat gepresenteerd als incidenteel. Ik denk dat we nog heel veel ambities hebben, dat er nog heel veel zaken moeten gebeuren om ook de basis goed op orde te krijgen. Daar zullen we nog wel wat energie in moeten steken. Dat betekent dat het geld ook in mensen gaat zitten. En daar zullen we ook in de komende tijd met elkaar aan voorstellen moeten werken om die basis verder op orde te krijgen. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, mevrouw Sieben. Dank u wel. Als ik daar nog heel even op mag voortborduren, dan heb ik gezien dat in die weerstandsratio, hè, dat we echt een prachtig cijfer hebben gehaald, een 7,8. Fantastisch, het schiet overal uit, dus het past niet eens meer in het grafiekje. Maar de burgers zien daar helemaal niks van terug. Hè. We zijn niet 4 jaar aan het bezuinigen, maar al 8 jaar. En ik begrijp, hè, dat we die discussie nog wel gaan krijgen. Maar er zitten, hè, als ik meneer Slom kan volgen, er zit bijvoorbeeld ook een structureel risicobudget in van 1 miljoen. Ik vraag me af, hebben we daar ooit al iets mee gedaan? Is dit voor het eerst? Dus dat die ruimte er is, dat geloof ik. En dat die discussie nog komt, geloof ik ook. Ja, u gaat er als raad natuurlijk gewoon over, over de centen. Kijk, die miljoen, die zat er in 2014 ook al in. Dus die is blijven staan. Ik wil het toch ook helpen herinneren aan het feit dat wij voor het eerst in 2018, bij de begroting 2018,
extra uitgaven hebben kunnen melden, extra investeringen hebben kunnen melden, om niet 8 jaar, nee, om 10 jaar bezuinigingen te proberen wat in te halen. En daar gaat het wel over op dit moment. Dat zullen we langzaam moeten doen, dat zullen we wel overwogen moeten doen. En ik wil samen met dit college niet in de valkuil vallen om nu al gelijk weer onze hand te overspelen. We willen graag gezond blijven. Nogmaals, er is ruimte, er is ook best wel wat ruimte. En daar gaan we met elkaar over hebben volgens mij. Maar dat is ook uw discussie. Dank u wel. Allemaal al wat voorspiegelingen voor onze bijeenkomst volgende week, denk ik. Meneer Boy, BBC. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, even over de komende omgevingswet. En dan wel over de vereenvoudiging van regelgeving. Wil de wethouder ten aanzien van vergunningen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, naar vereenvoudiging? En moeten we hiervoor wachten tot de omgevingswet? Heer Huizing. Als het gaat om wetgeving, de wetgeving wat per definitie al landelijk is, ja, dat wordt pas op een later moment aangepast. Waar we wel erg aan werken, en dat is vooral volgens mij een cultuuraspect, is om af te gaan van het, wat al eerder genoemd is, de afvinklijstjes. Want een aanvraag komt binnen en we gaan vinken of het overal binnen past, maar meer gaan kijken, al in de geest van de omgevingswet, van is dit nou een ontwikkeling die je zou moeten willen? En dan als het antwoord daarop ja is en je conclusie is van ja, maar dan lopen we toch wel ergens tegenaan, dan ligt daar een mooie opgave en zo wordt je ook steeds breder gevoeld binnen de organisatie. Dan ligt daar een mooie opgave om mee aan de slag te gaan om de ontwikkeling toch wel proberen mogelijk te maken. Dus dan, de wetgeving kunnen we niet heel makkelijk ombuigen, maar we kunnen wel kijken of we daar op een goede en ook nog steeds verantwoorde manier mee om kunnen gaan om ontwikkelingen niet tegen te gaan houden. Dank u wel. Verder nog vragen? De heer Slob. Ik heb een aantal vragen onder het kopje mobiliteit. Er worden een aantal dingen genoemd in het kaderbrief. In de aanloop naar deze bestuursperiode zijn daar ook een aantal andere onderwerpen voorbij gekomen die niet genoemd worden. Ik denk in het kader van fietsvervoer, personenvervoer naar Duitsland. Meer focus op de openbaar vervoersverbinding richting Hogeveen. Er is altijd heel veel aandacht voor de ontsluiting richting Groningen geweest. Maar je merkt dat in de breed in de politiek steeds meer aandacht komt voor die verbinding Koevorden-Hogeveen of Emma-Hogeveen. Zijn dat dingen die nog richting begroting komen, of hoe ziet het college dat? De heer Huizing, denk ik. Maar de begroting gaat uiteraard alleen maar, dat klopt niet helemaal, maar heeft de focus vooral liggen op 2019 en geeft een doorkijkje naar de jaren daarna als de meerjarenbegroting. Ik denk dat u de onderwerpen zoals u die noemt, en u gaf al aan, dus een voorbeeld, er zijn nog wel meer. Dat klopt, volgens mij zijn er nog wel meer. Die gaat u in ieder geval terugvinden in dan wel het bestuursprogramma allemaal en een deel daarvan in de begroting als dat inhoudt dat we daar echt komend jaar mee aan de slag gaan. Dank u wel. Verder nog vragen over de kaderbrief, mevrouw Drias? U geeft in de kaderbrief uw ambitieniveau uiteindelijk prijs. Wat wij daar overigens wel in missen is hoe u straks omgaat met het de mensenvriendelijke gemeente en het verder uitwerken van de regenbooggemeente. Dat zien we verder niet meer terugkomen in dit hele verhaal. Wordt dat wel straks in de begroting meegenomen of is dat een bewuste keuze dat daar nu niets over verteld wordt? Wie kan ik daarvoor het woord geven? De heer Brink. Voor wat betreft de dementievriendelijke gemeente zijn de uitwerkingsplannen eigenlijk al in volle gang met de partners die wij om tafel hebben zitten om het beleidsplan samen krachtige uitvoering te geven. Dus vandaar dat het eigenlijk niet genoemd is, want het is eigenlijk al in zijn voorbereiding. En u noemde nog andere onderwerpen? Regenboog.
Nee, voorzitter, daar geldt denk ik hetzelfde voor. Dit is natuurlijk, zo staat het ook in de kaderbrief, toch wel een document op de hoofdlijn. En wethouder Huizing gaf zojuist ook al aan, er volgen nog momenten genoeg om de hele scope van onze gemeentelijke beleid en de continuïteit daarvan of eventuele wijzigingen daarin, wat ik niet voorzie, overigens op dit onderdeel, om daar de vinger bij te leggen. Maar dat voerde te ver in het kader van deze eerste productie in deze bestuurscyclus, deze controlecyclus. Dus dat is de verklaring. Dank u wel. Verder nog, de heer Slom. Ja, ik heb een punt wat aanhaakt op vitale vakantieparken onder recreatie en toerisme. In onze fractie is bij de bijeenkomst met de provincie de indruk gestaan dat er ontstaan dat er absoluut geen ruimte is voor permanente bewoning. Nu hebben we binnen onze gemeente bijvoorbeeld het initiatief Ermelo. We zijn benieuwd hoe het college dat ziet en hoe we daar verder mee om moeten gaan. Is wis. Op zich jammer dat bij de provincie de indruk gewekt is dat er geen ruimte is voor permanente bewoning. Want ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling was van de provincie. Want we hebben daar in gezamenlijkheid natuurlijk al een lange tijd over gesproken. Wel geldt één park, één plan. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En daarin zou ook voorzien kunnen worden in permanent wonen. Maar dat is dus per park te bekijken. Maar ik zeg er wel bij, het is geen vanzelfsprekendheid dat dat zomaar aan de orde kan zijn. En we willen wel naar vitaliteit toe. We willen ook kijken in hoeverre of, ook als het gaat om parken waar wat meer permanent gewoond wordt, in hoeverre daar ook problematiek heerst. En we willen daar wel heel voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. Dat zal allemaal zijn beslag in de komende jaren moeten krijgen. En waar we beginnen, dat weten we nog niet precies. Daar zijn we nu volop mee aan het werk. Er zal ook bij u nog een actieprogramma bekend gaan worden. En we willen eigenlijk starten met dat actieprogramma als alle gemeenten daar positief over hebben beslist en de middelen daarvoor beschikbaar zijn op 1 januari 2019 met de uitvoering. Dat is eigenlijk wat u nog tegemoet kunt zien. Maar dan zal dat per park bekeken worden. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, meneer Holtis. Nou, eigenlijk een vraag meer een opmerking. Want als ik het kolommetje op pagina 12 zie met de loon- en prijsontwikkeling, het is cumulatief, dan is dat volgens mij niet juist weergegeven. Want dat is 64 volgend jaar. Dus we gaan een klein beetje erbij krijgen. En er vallen geen ontslagen. En volgens mij gebeurt dat niet meer hier. Maar we hebben personeel tekort. Dan moet 2020, 2021 en 2022 volgens mij allerlei iets hoger worden aangegeven. Maar dat is een opmerking, dus het is niet een vraag, maar is mijn constateren dan juist. Misschien toch een opmerking van de portefeuillehouder? Het klinkt wel logisch, dus een beetje techniek, maar het klinkt wel logisch. Gaan we even naar kijken. Dank u wel. Meneer Boy. Voorzitter, even mobiliteit. Ik wil eigenlijk vragen over het fietsplan. Wanneer we het fietsplan kunnen verwachten. En wordt hierin ook aandacht gegeven aan de kwaliteit van de fietspaden. En welke verbinding is er met recreatieschap Drenthe ten aanzien van de routes? Heer Huizing. Dat zijn een heleboel vragen in één. Het fietsplan, wij zijn, u weet, de enquête hebben we gehouden waar gelukkig ook veel op gereageerd is. Op dit moment zijn we bezig met een rondje langs de VO-scholen. Om ook daar aan één categorie veelvuldige gebruikers van fietspaden, namelijk de scholieren, om daar input te vragen. En zo gaan we de komende periode nog wat meer input ophalen. En dan hopen wij ergens in de tweede helft van dit jaar naar de afronding te gaan. En daar de onderwerpen, zoals u ze noemt, die zullen daarbij aan bod komen. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, mevrouw Driehuis. Onder het kopje mobiliteit misten wij eigenlijk, althans, een stukje ambitie wat betreft kanaal Koevoorde-Almelo. Volgens mij gaat Overijssel daar iets mee doen. Ik vraag me af wat gaat
Koevoorde daar iets mee doen? Het zou natuurlijk wel voor de haven, zeg maar, iets betekenen, want dan zou die misschien meer gebruikt worden. Maar is daar een bepaalde ambitie bij de gemeente? Ja, Huizen. Mijn beeld is dat voor de bereikbaarheid van de haven, dat de bottleneck niet op, op Drentse grondgebied ligt. Maar dat dat echt inderdaad op Overijssels grondgebied ligt. Dat wij voor de verdere bereikbaarheid, en dan hebben we het nog wel over een aantal bedrijven die ook wel nou, of nu al gebruik maken van scheepvaart of in potentie dat zijn. Daar hebben wij nog een bottleneck. En nou, dat is de Bentheimerbrug, of de brug van de Bentheimer IJzerbaan, de spoorbrug. En daar wordt waarschijnlijk ook nog wel naar gekeken in het hele traject over personenvervoer. Omdat dat dan ook nog een punt is waar we moeten kijken of dat wel voldoet aan de eisen. Dus misschien, als we daar toch mee aan de slag moeten, dan zullen wij meteen gaan kijken of we dit knelpunt ook kunnen gaan oplossen. Dank u wel. Verder nog vragen voor de kaderbrief? Dan geef ik het ter bespreking met ongetwijfeld een ander besluit als, ander voorstel als de andere agendapunten, stel ik mij zo voor. Geen hamerstuk, bespreken de volgende week. Of wel een hamerstuk, dat kan natuurlijk ook. Ja, meneer Slob. Nou, dat niet, maar ik wilde nog wel graag gelegenheid om er wat over te zeggen. Ja, nu we toch vergaderen, hè. Dank u wel, voorzitter. Nou, mooi positief verhaal ligt ervoor, denk ik. Financieel wenkend perspectief. Het is politiek een wat lastige kaderbrief wat ons betreft, omdat we in die tussenfase zitten. Start-bestuursperiode, coalitieakkoord. We wachten eigenlijk op een bestuursprogramma. Nou ja, onze fractie zal in ieder geval de behandeling van de kaderbrief aangrijpen om vanuit onze beschouwing aan te geven welke accenten wij graag terug zien komen in het bestuursprogramma en voor welke groepen wij graag een extra inspanning zien vanuit onze sociaal-democratische gedachtegoed. Dus wij zien die bespreking volgende week graag tegemoet. Dank u wel. Verder. We sluiten ons hierbij aan, behalve dan, denk ik, het sociaal-democratisch gedachtegoed. Goed, dan gaat dit door naar volgende week ter bespreking. Uitstekend, en daar hoeft geen voorstel richting de agendacommissie voor te komen. Laat dat duidelijk zijn. Toch? Dan hebben we de vaststelling nog van het verslag van de commissie van 5 juni. Zijn daar nog opmerkingen over? Niet, dan stellen we die bij deze vast. Met dank aan de verslaglegger of legster. En dan rest mij niets anders dan deze vergadering te besluiten. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u wel thuis.